vandaag in de podcast. Meneer Wilders voelt zich moreel gezien de premier. U bent de beoogd premier. Wie is er de baas? Wie is de baas? Ja, de baas ook. Ja. Maar de heer Wilders had u... Ik ben de baas. Ik ben hier de baas van dit land. Weet je? En we gaan weer een avondklok invoeren. Ja. Hoe laat is het nu? Ik vind het wel grappig dat hij... bij de AIVD, dus hij wist het al eerder... dan dat het aan hem verteld is, zeg maar. Dat is wel grappig. Omdat hij... Maar ook, ja, seksueel moet het gewoon klikken. Dat je gewoon eigenlijk, dat iemand jouw geiligheid snapt. Dat je gewoon op datzelfde level zit. Ja. Qua, weet je, en dan heb ik het niet, want heel vaak zeggen mensen, seks is belangrijk. Ik wil elke dag neuken. Nee, dat is het niet. Het gaat niet om frequentie. Nee. Maar dat je dezelfde mindset hebt, weet je. Maar dat is heel moeilijk te vinden. Ja, dat is heel moeilijk. Ik ben een... Kom je vaak toch uit bij een man. Ja. Er staat hier dus... Ravi geeft zijn vrouw de schuld van Finos beperking. Hierna heeft Savitri haar zoon in de rivier gegooid. Maar gewoon echt, stonden ze bij de rivier van... Ja, dat is jouw schuld ook. Nou, doen we toch dit. Hè? Ja. Gewoon over de schouder gegooid ook. Zo. Ja. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Het is, het is zover, hè, Chris? Het is zover. Ja, inderdaad is het zover. Ja, wij nemen nu best wel wat langer van tevoren op, zeg maar, voor deze uitzending, zeg maar. Maar hij is gepresenteerd. Hij is gepresenteerd, nieuwe minister-president. Ja, Dick. Dick Schoof. Ja. Het is een beetje een soort typetje van André van Duin, weet je? Ja. Ja, ik dacht ook dat hij gewoon tuut ging zeggen. Dik voor elkaar show, weet ik veel. Wat is dit? Ja. Ja. Ja, ik heb het. Maar ik heb die persconferentie heb ik ook. Heb ik ook een beetje gevolgd en zo. En wat er allemaal omheen zit. En journalisten. Ja. En hoe dat circus dan gaat of zo. Dus ja, het is heel raar. Zullen we hem gewoon even aanzetten, die persconferentie? Dat is een goed idee. Ja. De hele pers zit te wachten. Ja, heel veel pers. Nou, dat is eerst Van Zwol. En een beetje gebogen, een beetje nederig. Ja, een beetje oplezen. Hier hebben ze niet echt over nagedacht, denk ik. Want hij is dus kleiner dan die Van Zwol. Ja. Dat komt me niet goed eruit, hè, toch? Ik vind niet. Ik vind dat de uitstraling, daar moet gewoon, weet je, een vent staan, zeg maar, snap je? Nou ja, hij staat er wel. Het is wel een vent, vind ik. Nee, want dus, nou ja, je hebt het in de war, maar links is dus niet... Nee, dat is... Ja, dat snap ik. Ik dacht dat dat geen premier is, maar weet je? Maar ik vind gewoon dat je de hele... Weet je, het is zo... Een aankondiging is anders, weet je? Als de Amerikaanse president gaat iedereen staan, snap je? Ja. Ladies and gentlemen, I'm the president of the United States. Weet je, dat is gewoon... Ook al is het Biden of Bush of weet je? Ja. Dus, ik vind wel, het scheelt wel dat hij nu al wallen heeft van zichzelf, toch? Ja, het ziet het wel goed dat hij er nu slechter uitziet. Dat je ook gewoon, weet je, een baard hebt van 3 dagen. Ja. Je, doe even een pak aan of zo. Ja, gewoon doe maar scheren. Vind je niet dat hij charisma heeft? Hij heeft wel een goede kop op zich. Nee, hij wel, niet de ogen zijn dood. In de Tweede Kamer. het is alles is dood aan die man, weet je? Toen vast dat er een minister-president van. Ja, maar moet hij de staat staan als een vent, weet je? Er is ook meer ruimte. Even. Maar wat zal er dan door je heen gaan? Je staat daar te wachten heel lang. Die inleiding duurt een beetje lang. Ja, wat dan? Dat moet je voorbereiden. Zal hij al zijn eerste woorden hebben bedacht nu, wat hij gaat zeggen? Nee, want ik weet, ik heb stukjes gezien, maar hij, Ja, maar je moet toch gewoon een goede binnenkomer, weet je wel? Jo is mop, raar, toch? Een mop? Hey, niet. Hier staat jullie nieuwe leider. Of
buig onderdanen. Ja, of een Hitlergroet gewoon meteen. Ja. Of nou, maak je borst maar nat. Ja. Nou, jullie hebben het, weet je, wees blij dat jullie dachten dat Rutte weg was. Nou, hier komt hij dan. Ja, ja maar dat is ook vaak, hè. Dat heb je ook als je, zeg maar, dan heb je een bedrijfsleider en dat vind je wel eens een lul. Maar daarna komt er gewoon een nog grotere lul. Ja, dat is altijd zo. Ja. Dat je denkt, oh jeetje, maar ze zeggen dat het land verdient de leider die het krijgt, zeggen toch? Ja. En dit is wat wij dan krijgt de leider die het verdient, ja. Ja. En ik weet het gewoon niet. Ik weet je, toch is het raar, want we hebben 13 jaar lang een man gehad die gewoon alles weglachte. En het went, snap je? Het went. Ja. Snap je? En ik vind deze man behoorlijk serieus. Ja, hè? Het lijkt alsof hij... Hij denkt dat hij de premier is. Ja. Ja, nee, maar deze gozer die is blij dat hij nu naar huis kan. Ja, die zit erop. Zoek zelf maar mensen, joh. En laat mij met rust, joh. Ja. Maar zal dit nou echt zijn verdiensten zijn? Wat hebben ze dan gedaan? Praten. En dan, nee, ik ken nog wel iemand. Het is altijd iemand van via een vriend van, of weet je... Omdat ja, hij is ook van de AIVD, dus de inlichtingsdienst. Hè? Ja. En dan nog een dienst. Hij is natuurlijk zeg maar James Bond, snap je? Ja. Dat is hij. Alles. Dat is altijd... Hij schijnt ook dat hij heeft gezegd van... ik heb bij de AIVD gewerkt, dus ik ken een terrorist als geen ander. Ja. Ik verheug me er nu al op om heel ter apel schoon te vegen. Ja. En geen zwarthoek komt er nog in. Dat schijnt hij gezegd te hebben. Toen zei Wilders, nou die moet ik hebben. Ja. Dat is een... Ja. Maar dit is toch... stel dat je in die zaal zit, Chris, nu. Ja. Dan denk je toch even van gaap, weet je? En je denkt bij jezelf, Jezus, wat is dit voor een lul, zeg maar. Ja. En waarom praat hij en niet die andere? Die vriend van hem, die dijkgraaf. En hetzelfde met comedy, is een MC, hè? Ja. Dit is de MC van de avond. Die gaat het publiek warm maken. Ja. Oh, het woord. Komt-ie hoor. Hoe moet ik praten? Oh, ja. Ja. Ik was even weggedrukt. Beste mensen. Goed om jullie hier allen te zien. Landgenoten. Ja, na 5 minuten. Beste mensen, leuk om jullie allen te zien. Dit is het. Ja. Je hebt 5 minuten de tijd om echt met iets te komen. Het idee leuk dat jullie hier allemaal zijn. Dus die verrassing geldt eigenlijk. Dat geldt ook voor mij. Ik heb er intensief over nagedacht. Ja, dat mag ik je toch hopen? Ik heb met mijn vriendin en mijn 2 volwassen kinderen... Oh, hij heeft een vriendin en ja, volwassen dat kinderen. Ook. Hij is niet getrouwd dus. Nee. Zij heeft Bast uit kinderen. Bast uit kinderen heeft hij. Je vriendin. Leg je graag aan. Ja. Goh, ik wil ook wel weten... Als jij een jonge vriendin zeker, van een jaar of 30. Oh, een jaartje of 25, kankergel, weet je. Ja. Ja. Ja, dat zou toch een goede binnenkomen zijn, want in tegenstelling tot Rutte heb ik wel geneukt. Ja, Rutte neukt niet, nou, ik neuk hoor, echt waar. Ja. Jullie moeten me echt van die wijf aftrekken. Ja, ik heb ook zo'n plaatje, op dat A4'tje zo'n plaatje van haar laten zien, zeg maar. Ja, zo'n PowerPoint-presentatie. Ja. Hier zie je me neukend. En hier is neukend op Ibiza. Secretaris-generaal van Justitie en Veiligheid. En dat heb ik gedaan omdat de democratische rechtsstaat mij aan het hart gaat. De stap die ik nu zet is onverwacht. Is het onverwacht? Ja. Ik zag deze niet aankomen. Uiteindelijk is de vraag die je... Maar dit is ook wel een beetje arrogant, toch? Ik had dit niet verwacht, maar ja, het is wel logisch. Ja. Dat jullie mij benaderd hebben. Ja, dat vind ik echt wel goed. Ja, ja. Nee, ik kan het niet... Maar wel, ja, als ik het zo... als ik het uitreken, was ik de enige persoon die het kan doen, zeg maar. Ja, als ik zo mijn cv kijk, denk ik, ja. Het heeft nog lang geduurd. Ja. Zowel binnen de politiek als in de samenleving... Ja. Heel direct bijdragen aan verbinding. Oh, ja. Verbinden, ja. Verbinden, ja. Dat is mooi. Ja. Volgens mij is het ook wat je moet zeggen. Gewoon deze woorden moet je gebruiken. Okay. Maar wat vind je ervan dat hij het opleest? Is dat ja. Hoort dat? Krijgen op migratie en asiel. Ja, dat vind ik een beetje zwak, jou. Dat zeg je goed. Ja, of is het nou... Waarom ik hier sta. Och, is het toch vanuit het... Het nieuwe kabinet... Ja, iemand heeft gewoon gezegd, je moet dit even oplezen. Of heeft hij net een half uur geleden gehoord van... Ja, jij wordt het. Kut. Ja, maar dat vraag ik me dus ook al. Van, hebben ze wel op tijd gezegd van... joh, kan je even je haar doen, even naar de kapper en zo. Ja, kun je even je baard scheren. Ja.
doe iets. Maar het is gewoon net of hij gewoon net gehoord heeft van ja, we moeten nu even deze noodgreep doen. Ja, dat weet je, doe jij het nog eventjes of zo. Denk aan de instituties. Waar u als media ook een belangrijk onderdeel. Oh ja, gaat nu met media gaat hij een beetje. Wij als politiek en bestuur hard kunnen blijven werken onder maatschappelijke vraagstukken. Ja. Te zorgen van alle Nederlanders. Maatschappelijke vraagstukken ook. Serieus goed, te nemen en aanpakken. Serieus nemen. Ja, ik neem iedereen serieus. Ook domme laag opgeleide mensen. Laag opgeleide mensen. Ik ben een president voor iedereen. In verschillende zetten. Ik ben een minister-president voor iedereen. Ja. Ook voor allochtonen. Ja. Zo, en nu ook. Iets minder doe ik mijn best daarvoor, maar ook voor jullie. We beginnen bij de NOS vooraan. De vragen. Dit is ook goed hoor, dit. Ja, dit. Ja. Vragen en niet 100 doorvragen als mag niet doorvragen. Ja. 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 Ik mag ook niet te kritisch zijn. Ja. Wat hoopt u als premier te bereiken? Dit is zo'n domme vraag. Dat heeft hij net ook lopen zeggen in die 5 minuten, joh. Ja, maar dit is ook Jeugdjournaal. En iemand die gewoon niet heeft opgelet. Is dit Jeugdjournaal, ja? Nee, maar dat is zo'n Jeugdjournaal-vraag. Dit is zo'n Jeugdjournaal. Dat uitvoeren? Of ziet u ook ruimte om daar... Nee, je mag niet doorvragen. Dat mag niet. Ja, stop. Ruimte om er invulling aan te geven. Dat zal ook ziet u ruimte om te groeien? Ja, ik zie al doorgroeimogelijkheden. Ja. Je wordt de minister-president. Ja, dus... Ja. Heeft u voorbehouden gemaakt bij het akkoord dat door de 4 partijen is afgesproken en... Een inhoudelijke vraag. Wat is dit voor kankermogol? Ja, wie is dit voor? Is dit RTL? Is het weer RTL? Ja, weet je? Gelijke clash. Ja. De Telegraaf, daar praat ik niet mee. De laatste vraag. Ik door aan de formateur. Oh ja, ik stuur door naar de formateur. Gelijk al wegwijzen. Ik treed af naar dit gesprek ook. Ik ben nu klaar. Ja, ik had het toch onderschat, denk ik. Oh, moet ik vragen beantwoorden? Ja, dat was niet gezegd. Ja. Ze hadden alleen mijn salaris gezegd. Zoals dit het is. Elsevier. Dat is toch dat blad? Ja. Ja, dat leest niemand. Ja, dat hij dat ook zegt. Ja, gasten, jullie zijn irrelevant. Even, is Elsevier hier niet? Zijn er geen lekkere wijven? Ja, Elsevier. Is toch dat de libelle? Nee, dat is juist heel elitair. Volgens mij, libelle. Ja, G-krant. Ja, G-krant. Zit hij nog wel eens op een kruk, meneer? In de Tweede Kamer, want dat is ik mijn werk waarschijnlijk. Ja. Als er weer dan Volkskrant... Gelijk no comment. Ja. Meneer Schoof, gelijk dat. Waarom heeft u zich afgemeld als lid van de PvdA? Ja, dat gaat je helemaal niks aan. Ja, vraag, ja maar dat bestaat ook niet meer, Partij van de Arbeid. Ja. Nee, het is toch zo, het is nu GroenLinks, Partij van de Arbeid. Het is een hele nieuwe partij. 1 januari 2021 van de dat is, ja, dat klopt. Van de Partij van de Arbeid. Dat is dat, met de Partij van de Arbeid. Ja, maar het staat toch ook cool aan ze zeggen, ja, ik vond het gewoon op een gegeven moment echt een kutpartij. Meneer Wilders ken ik. En hoe goed kent u Wilders? Ja, ja. Functies. Ik heb wel eens een vuist erin gehad, maar verder. Ja, inhoudelijk, weet ik niet. Inhoudelijk minder, hoor. Meneer Schoof, tot nu toe is er nog niet echt een uitspraak geweest van een premier, omdat we die nog niet hadden, van ik ben er ook voor alle Nederlanders. Ja. Sommige oppositiepartijen vooral zullen u... Kunt u even samenvatten? Even een korte vraag. Zelf als premier van alle Nederlanders. Ja, maar dit is zo'n onnozele vraag. Ja. 4 partijen. Ik ben blij dat u die vraag stelt. Ja, tuurlijk. Ik heb net in mijn... betoog. Mijn tekst heel expliciet gezegd. Ik heb net in mijn tekst die ik met ChatGPT heb gemaakt. Ja, heb je snel in elkaar geflanst. Meneer Schoof, we mogen niet doorvragen, dus ik knal er gelijk in. Burgers volgen via nep-accounts. U zegt net, ik ben er voor alle Nederlanders. Nu zijn er heel veel mensen ontstemd over dat bericht. Dat popt natuurlijk gelijk op nu u voorgedragen bent. Hoe kijkt u daarnaar dat u burgers hebt laten volgen, terwijl dat juridisch helemaal niet houdbaar was? Daar is met de Kamer uitvoerig over gecorrespondeerd, is onderzoek naar gedaan. En daar verwijs ik ook naar. Ja, dit is... hier komt de clash, hè? Dat is natuurlijk heel sumier. U wordt mogelijk premier van Nederland. Dit is een groot iets wat nog boven u zweeft. En u verwijst naar iets. Hoe kijkt u daar zelf op terug dat u dat heeft toegestaan? Ja, ik ben de premier. Naar, gewoon even luisteren naar mij. Sst, zo. Rioolrat. Ja. Ik praat niet met Rioolrat. Ja. Waar schiet hij om? Duidelijk stond dat hij zich bemoeid heeft. Ja, hey, dit is negatief. Eén tweetje. Van een rapport, van een onderzoek.
wolfverzoek hadden opgeschreven. Dan gingen ze zich daarmee zat er ook bemoeien. Naast, hè? Er zijn wolfverzoeken zijn. Meneer Grapperhaus was toen minister, heeft dat ook toegegeven. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Want dit kabinet heeft ging best lekker. Transparantie, nieuwe bestuurscultuur. Dan is toch ook dit een dingetje wat heel erg gelijk oppopt. Ja, maar ook hier verwijs ik naar het feit... Maar dit is toch gewoon clickbait toch eigenlijk? Ja. Toch, dit is toch gewoon... Ja, nog kan. Lekker rellen. Ik doe het op dit moment niet. Ik verwijs echt naar de... Dat zeg jij, jongens, dit is mijn eerste dag, man. Als maar later niet. Ja. We gaan door naar nu.nl. Ik ben net nieuw. Ja, ik ben net nieuw. Wat weet ik ervan? Weet je? Ja. Doe jij dat als je op de eerste dag moet werken? Dat je zo tekeer gaat, weet je? Precies. Gewoon even rustig, man. Met een hoofddoek. Wat bedoelt u daarmee? Met een hoofddoek? Ik denk dat het een beetje... Ja, hij gaat premier worden met een hoofddoek. Ja, hij heeft al een baard, dus dat is wel goed. Dat het is wel goed. Ja. Ja, mensen in een hoofddoek zijn ook Nederlanders, zei hij. Ja. Nou, inderdaad, u wilt premier zijn van alle Nederlanders, dat begrijp ik. Maar wat bedoelt u met die uitspraak dat mensen zich wellicht ongemakkelijk voelen? Waar heb je het nou over, joh? Wat denk je dat hij gaat zeggen dan of zo? Ja. Ik ben minister-president voor alle Hollanders. Behalve als jij een hoofddoek aan hebt of een boerka, dan mag je opdonderen naar je eigen zandland, weet je? Voor alle Nederlanders. Dat is toch, ja, wat verwacht je van hem? Dat hij ook echt straks met zijn stemverfje gaat praten en zo gaat slaan. Zo. Ja. Ik ben voor alle Nederlanders, heb ik al gezegd. Ja. Wie is de baas? Wie is de baas? Ja. De baas ook. Ja. Maar de heer Wilders had uw... Ik ben de baas. Ik ben hier de baas van dit land. Weet je? En we gaan weer een avondklok invoeren. Ja. Hoe laat is het nu? U wordt nu... mogelijk premier van het eerste kabinet met een rechtsradicale partij erin. Oh, rechtsradicaal. Dat is wel verwant met het gedachtegoed van de PVV. Ja. Gaan we nou even met rust, jongens. Ja, jongens, nu, hij wordt in de hoek gedrukt. Ja. Nu al. Vind ik de vraag naar verwantschap. Wat was de tijd dat Rutte het u deed? Dat helemaal niks. Dat in mijn beleving... Kijk, daarom moet je het weglachen. Ik denk dat hij moet lachen. Ja, hij moet nu lachen. Ja. De vraagstukken die ik noemde. Om daarmee of dat hij nu gewoon zo'n een ode doet aan Rutte van... daar heb ik geen actieve herinnering aan. Ja, dat zou goed zijn. Gaan we weer. Ja, gaan we weer. Ik heb daar... Nee, echt maar niks, hoor. Wilders zelf geen premier kan worden, dus nog nogmaals, hoe ver voelt u zichzelf? Nogmaals, oké, okay, nogmaals voor jou. Ja. Kijk naar het vorige antwoord dat ik heb gegeven. Ja. Zie vraag 3. Ja, als je een toets maakt ook, hè. Aansluitend op mijn collega van BNR, toch de post van premier in dit kabinet behoort... Oh, dus, is dat die dikke? Ja, dat is die jongen van Telegraaf. Of neemt er een afstand van? Nee, van op één is dat. Ja. Ik ben partijloos. Ik zit ook niet. Hij is partijloos. Ja, partijloos. En onderbroekloos. Ja, dat is partijloos. Kijk eens beneden. Hey, dat is een gulletje open. Dat is een broek uit. Kijk eens op. Dit is mijn dik. Dik. Meet my dik. Ja. Daar heb ik me op gebaseerd. En niet op enige andere vraag. Ongehoord Nederland. Ach, oh ja, meneer Schoof, het vertrouwen in de politiek is enorm gedaald. En dan uitrekent u als zijn bek al, weet je wel. Zou je zo kunnen zeggen. Hoezo denkt u dat u nu de juiste persoon bent om dit land te gaan leiden? Nou, dat ben ik helemaal niet. Maar ik probeer maar dit is een lege vraag. Ja. Dat is een vraag om te vragen, dit. Hè, ja, precies. Maar ja, dit is wel ongehoord. Dit moet je wel bij ongehoord. Ja, het publiek, weet je. Helpen in de functie van de minister-president... als dat zover komt de komende periode. Maar dit is de laatste keer dat ik tegen jullie praat. Doei. Ja. dat ook gewoon zegt. Te willen staan voor het functioneren van de rechtsstaat. Ja, voor alle Nederlanders. Wat vindt u van het idee om meer dan 20% te snijden en het andere... Oh, is dat een idee? Is het dan nog mogelijk om... goed functioneren. Maar ik zie mezelf al niet meer, dus dat is al goed. Nee, dan zeggen, wat een goed idee. Wat een goed idee, joh. Ja, dan ga ik gelijk invoeren. Ze kunnen dat even opschrijven ook, erbij schrijven. Zijn er nog meer ideeën, mensen? Maar dan zullen we met het ambtelijk apparaat het voeringsgesprek gaan doen, hoe we dat met elkaar kunnen uitvoeren. Ja, maar dat zij belang niet of zo. En daarna een nieuwsuur. Meneer Schoof, ik zit me toch af te vragen hoe dat dan gaat tussen de verdeling tussen meneer... Waarom zit je jezelf af te vragen? Ja. Dat is toch... Zoek het zelf even op Google of zo, weet je? Die kruidens Wikipedia opdonderen. Gaat u zich bemoeien met de personele bezetting van de ministerspost? Even niet weggestuurd. Iemand, even...
Ik wil geen wijf in de zaal, hoor, volgende keer weer. Dat is echt de laatste keer. Was besloten dat geen vrouwen... Hij is er ook nog. Ja. De Kamer heeft daarover een motie aangenomen. Dus die motie moet worden aangevoerd. Okay. Dit is zo saai, joh. Ik weet ook niet. Ja. Heeft hij een vriendin of een vrouw? Of heeft hij... Dit is, ja... een nieuwe formateur aan. En dan moet er een kamerdebat komen. Dan moet dat de heer Schoof zijn. En dan zijn we een week verder om alleen... Jeetje, man. Wij zijn blij dat hij niet geworden is. Nee, als hij een wit snorretje had, dat is wel leuk geweest. Samen met de heer Schoof. Zo'n wit klein snorretje. En besprekingen over alle stappen die ik zojuist heb genoemd. Waarbij ook in aansluiting op een vraag van een collega van u eerder, het inderdaad zo is dat... Dat die premier is voor alle Nederlanders. President, voor alle Nederlanders. Van alle vier en dat die niet zal worden afgetrokken of opgeteld, hoe u het ook wil noemen, bij de zetelverdeling. Misschien heb je goed begrepen, maar ja, deze premier... Premier van echt, alle Nederlanders. Ja. Vervolgens aan bod is om een volgend departement te kiezen. Dus ja, dan nou ja, dat zien we wel. Departement. We moeten eerst even kijken of we nog een leuk, voetbalkaartpoeltje moeten we nog maken. Ja, EK komt eraan. We moeten nog even geld aanleggen. Ja. En we gaan eerst even met een reces. Ja, we gaan op de reces. En tegen half... Eind augustus, begin half maart, volgend jaar gaan we beginnen, hoor. Ja, u bent de eerste die het hoort. Ja. Volgens mij had ik gewoon even een kleine... Oh, dit is emotioneel. Ja, ik ken u nog niet zo goed, dus dat noteer ik dan. U heeft... Die keihard jank opeens. Ja, die keihard huilen. Ik wil dit niet. Ik wil dit niet. Geweest waar u het meest inspiratie aan ontleent? Oh, dit is zeg maar... Ja... Kijk, ik heb met in mijn verschillende functies de afgelopen jaren... Ruud Lubbers. Die had ook een baard. Die had ook... Die schoor ook niet vijf dagen. Maar hij had wel echt iets weg van Ruud Lubbers. Ja, Ruud Lubbers, ja. Ja, maar nee, maar er is nog iets anders dan... Dat er is nog iets anders, ik... Ja. Op dezelfde manier gaat doen. Ruud Lubbers. Op mijn manier doen. Den L. Anders zijn er die van Rutte. Roeien. Nee, van de Fabeltjeskrant. Meneer Schoof, van harte, allereerst. Nou, dat is de eerste die je feliciteert. Ja, dat vind ik ook wel mooi. Ja. Ja. Die schijnwerpers... Die anderen die gingen er gelijk op af als een paar roofdieren. Dat zo moet je het gewoon doen. Gefeliciteerd. Ja. En dan een keiharde vraag. Ja, keiharde vraag, ja. Ja. Het is een van de dingen die ik me echt de afgelopen periode ook heb afgevraagd. Omdat ik dat je ook vraagt, gefeliciteerd en de Hitlergroet, die boete daarop, gaat dat weg? Een stapje naar en is het de winstpersoon die uiteindelijk met de media en de samenleving het echt... Nu zie je van, oké, dit is hem dus echt. Ja, die verandering maak ik. Dat heb ik me dus ook afgevraagd. Hij gaat nu een beetje met zijn armen bewegen. Ja, maar dan dat snap je? Ja. En, zonder dat van het blaadje aflezen. Ja, dan zo is hij... Snap je, nu voelt zich wel fijn, denk ik. De ervaring is en niet een tentamen waarvoor ik gezakt ben. Afsluiten, Nienke, de Soete Nieuwsuur. Ja, meneer Schoof... Er zijn wel wat vragen over de uitvoerbaarheid van het hoofdlijnenakkoord. Ja, is dat niet altijd zo? Ja, dat is toch altijd zo? Ja. Ga even terug de keuken in. Ja, ga koken, joh. Zegt u, ga eens koken. De plannen die er liggen, ik vind het een goede zaak om die randen van de wet op te zoeken. De randen van de wet. Ja, dat klinkt zo goor ook, hè? Ja. De randen van je flamoes. Ja, we gaan de randen van de wet opzoeken. Werkelijk te regelen. De randen van de wet. Wilt u daarbij de randen van de wet opzoeken? Vindt u dat een goede zaak? De randen, wat een geilwijk is dit, zeg. We gaan de randen van de wet opzoeken. De randen van de wet. Ik zal jouw rand even opzoeken. Jouw rand ga ik even opzoeken. Ik bij een heleboel vragen, antwoordt u toch nog eens een beetje als een ambtenaar, van ja, hoe ik er politiek in ga. Sta ik onder Ede of zo? Ja, wat moet ik mijn hand op de Bijbel doen. Chill the fuck down, mevrouwtje. Hij is toch een ambtenaar? Ook als je minister-president bent, ben je toch een ambtenaar? Ik denk dat dit... Of niet? Laat ik het ietsje anders zeggen. Ja, dat wel, toch? Kijk, ik denk dat het belangrijk is dat Nederland ook een premier heeft die in... Er zijn veel ingewikkelde onderwerpen die het met aan de orde zijn... Die in ieder geval minimaal ambtelijk heeft ook bewezen dat hij... Ja, en ik wil gewoon echt voor allen.
Alle Nederlanders. Ben ik jouw man, president. Er zijn onderwerpen waar het echt noodzakelijk is. Dat het ook nodig is om dat vertrouwen in die overheid terug te krijgen. En ook de verbinding tussen... Maar nu ga ik denk even... ik ben hier zo opgewond van geworden. Ik ga nu even mijn wijf helemaal... Mijn vriendin van 25. Helemaal de kankerneuken. Doei. Zoals de staatszekerheid. Dat zijn echt superbelangrijke onderwerpen. Super. Om daar met elkaar aan de slag te super. Gaan. Daar ook in het kabinet. Zometeen de komende periode de zomer aan te werken. Om te zorgen dat we daar een goed programma op krijgen. Dat is echt, zei ik zomer? Nee, natuurlijk ga ik niet in de zomer werken. Ja. Reuters, ja. Mr. Schoof, wat is dat dit moment... Kan ik iets harder praten? Wat does this moment mean for you personally? And also for dit is ook slecht, hoor. Wat is dit, joh? Is dit de G-krant? De gehandicapte... Ja, dit is ook... De Jostie-krant. Wat is de blad? Wat? Voor dit is... expected to be asked. Ja, die vind ik moeilijk hoor. Standing here is an honor. Oeh. Very special. Hij moet nog wel even, denk ik, les krijgen van Ten Hag. Ja. Oh, ja. I'm the manager of this club. it's over. Yeah. They can't put me away, but I have results. Yeah, then I go to another club. Ja. Oh, dit is zo goed. Ja. 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 Ja, kijk, iedereen er weer achteraan hobbelen. Ja. Ja, mooi. Iedereen, mooi. Iedereen gaat voor een quoteje, voor een dingetje. Ja. Al die programma's staan weer helemaal vol met... ja, precies. Met, maar gaan we de oorlog hiermee winnen? Nou ja, ik weet het niet, joh. Kijk, het is wel wat, hè. Als je gewoon je wordt minister, je staat natuurlijk op een lijst en je moet het opeens doen. Je leven gaat echt wel 180 graden veranderen. Je bent gewoon nu Nederlandse geschiedenis, snap je? Ja. Vorig jaar stond je nog op de camping, weet je, met zo'n houten tennisrekkertje, met zijn dochters zo'n balletje over te tikken. Ja. De volgende zomer zit je gewoon met je vriendin in het torentje, weet je? Ja, maar ook dat hij dan met het balletje dat overtennis is op de camping. Ja. En dat balletje dan zo naar de buren rolt. Dat hij zegt tegen de buurman van, zou het balletje even naar mij willen gooien? Dat hij dan zegt van, wie ben jij dan? Ja. En dan, nu is hij dan premier. Dus, die is gewoon premier, Nu kan hij gewoon, het is wat hoor. Ik denk niet dat die man dat had gedacht. Nee. Toch? Het was wel logisch, zei hij. Ja, het was wel logisch, maar het is wat hoor, weet je. Meneer, de president of the United States, Dick. Ja. Dat denk je ook niet over na, weet je. Je heet Dick, weet je. Ja, dat is internationaal gezien weer een beetje onhandig, want we hadden hiervoor natuurlijk al Kok. Ja, en het was Plasterk, weet je. Nou, die zou het bijna gaan worden, maar toch weer allemaal dingen. Hoe zeg je dat in het Engels, Plasterk? Plasterk. 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 Maar het is ook wel apart. Want we kennen hem dus gewoon echt niet. En, nee. Weet je, ook nooit in de kamer gezeten. En ik dacht altijd, van vroeger, dat de premier altijd kwam uit de grootste partij. Die dan won. Ik dacht, dan komt daar een premier uit. Maar... ja, dat hoeft dus blijkbaar niet. Ze hebben nu gewoon iemand bijna van de straat geplukt, lijkt het wel. Ja, het is gewoon iemand die natuurlijk al, weet je, achter de schermen natuurlijk al heel veel heb gedaan. Weet je, zo moet je het ook een beetje zien. Die vragen van Tom Staal en die meisje van SBS6 en ook een beetje Jonathan daarin, die vragen natuurlijk wel van, dit is AIVD en het is allemaal zo schimmig, zeg maar. Wie wil het doen, joh? Wie wil zijn leven... letterlijk geven de komende jaren voor dit ambt. Voor dit, voor een regeringsplan. Wat iedereen haat deze regering, weet je? Ja. Een groot gedeelte van de Zuidas haat deze mensen, zeg maar, snap je? Ja. Dus het wordt echt een... en dan hebben ze zo... Maar ik weet niet. Ik vond het eerst... Ja, weet je, ik hou van...
Ik hou van theater, snap je? Ja. Dus voor mij moet de president geschoren zijn, opkomen en de pers moet gaan staan. Scherp. En ja. Ja. En zeggen, hey, leuk dat je dit doet. Gefeliciteerd, meneer Dik. Weet ik veel. Fijn dat u dit ambt gaat doen. Maar dat zie je, dat vind ik zo jammer. En dan kan je zeggen. Maar dat is toch ook raar. Dat is toch ook tekenend van eigenlijk. Hè, want de pers en zo, iedereen heeft altijd zijn mond vol van hoe wij Nederlanders allemaal doen. Ja. Hè, het gedrag van mensen. Ja. Mensen worden agressiever, kortere lontjes. Ja. Maar er is niet eens fatsoen in klappen. Nee. Niet eens of zo van een welkom. Of. Iemand zijn maar van harte. Van harte gefeliciteerd, van harte, ja. Ja. En dan kan je zeggen, ja, weet je, natuurlijk, en je kan zeggen, ja, weet je, wij zijn linkse journalisten en natuurlijk willen we iemand van D66 en de partijen GroenLinks en de ChristenUnie en dan vullen wij, dan is het leuk voor ons, voor onze linkse media. Oké, dat snap ik, maar weet je, je mag dan ook gewoon zeggen, nou, gefeliciteerd. En nu komt er iemand waar je totaal niet mee eens bent, die van een kabinet waar gewoon de haat op zit, zeg maar. Dan kan je wel het verzoen, weet je. Het is even, nu is het ander team heeft gewonnen. Ja, oké, okay, nou dan 4 jaar, ja. Of als het kabinet valt, dan ga je je best doen om wel stemmen binnen te halen, weet je. Het is, ja. Ja. Nee, maar dat is het. Mensen zijn slechte verliezers, die linkse. Ja. Dat vind ik zo zonde, want ja, weet je, kijk, ik ken die man, natuurlijk, het is inlichtingendienst, het is natuurlijk, als je het gewoon, weet je, dat is gewoon, weet je, het is een eng mannetje, dat geloof ik echt wel, die weet wel heel veel geheimen en die weet dossiers en dus het is iemand die wel iets weet van Nederland, snap je? Ja. Weet je, de vuile was weet deze man, snap je? Ja. Dus ja, ja, en je moet ook zo kijken, er kan ook zo binnen 3 dagen of zo, dat er weer iets in het nieuws komt dat hij weer weg wordt gestuurd, weet je? Ja, dat hij nog een verkeersboete hebt openstaan. Ja, bijvoorbeeld. Dat is typisch Nederlands, hoor, zoiets. Ja. Zo van, we hadden hem, oh kut, hij heeft iets gedaan of zo, weet je? Ja, dat hij gewoon een paar wijven geneukt heeft en dan zegt hij, ja, maar ik heb ze gewoon netjes betaald. Ja. Dus ik weet niet wat het probleem is. Ja, nee, dat kan echt niet. In roebels. Ik zeg roebels, ja. Ja, oké. Dat mocht niet in roebels. Oké, kut. Ja, sorry. Ja. Oké, iemand anders, weet je. Ja, dus daarom, joh. En dan, dan zegt Van der Plas, die zei natuurlijk van... Nee, dan moeten we een baby nemen, want die heeft nooit... Nou, die heeft ook gewoon genoeg dingen al op de kerfstok, baby's. Weet je, die hebben wel eens dingen omgegooid. Ja. Een vaas of zo. Ja, dat zei, weet ze nou, dat zei van de Plas zei dat, ja. Ja. Ja, dat is ook weer zoiets, weet je, ook weer zo simpels. Ja. Dat bedenk je ook met een kaasplank en een pakje sigaretten, bedenk ze dat. Ja, echt zo van, zal ik deze one-liner erin gooien? Ja, deze one-liner erin. Dat is echt goed. Ik denk dat alles boven haar pet gaat, zeg maar. Als ik die vrouw zie ik alleen maar paniek, zeg maar. Ja, maar die denkt ook AIVD, wat is dat allemaal, wat houdt het allemaal in? En zo. AIVD, waarom is dat een land? Ja. Die weet het niet. Die zegt van, dan kan je wel premier zijn geweest van een ander land. Dat is, hè, ander land? Ja, ja. AIVD. Hoezo? Ja, dat is Colin, dat gaat boven haar pet, joh. Dat is dat die moet allemaal dingen doen. Of ze vindt hem wel lekker misschien. Nee, maar ze houdt van lekker een simpel. Beetje simpele iemand die bij een friettent werkt. Ja. Die thuis komt en dan helemaal naar frituur ruikt. En dat zegt ze, ja, maar hoe grappig had dat geweest, joh? Als iemand had gezegd van, het is wel raar. Ik was wel verrast als ze wel aankwamen. Maar wel vrij logisch, want ik ben al 10 jaar... Ben ik bedrijfsleider van Snackbar, het frietje. Het frietje, ja. En dat doe ik eigenlijk al best wel met heel veel enthousiasme. Ja. En ik kan, ik kan best wel positief leiding geven en zo. Ja. Weet je, ik ga wel met collega's, doe ik wel eens een drankje achteraf. En we lachen veel. En dat zou toch relaxed zijn als... Gewoon op die manier, ik kan wel een team bij elkaar houden. En alle neuzen dezelfde kant op krijgen. En weet je, het is gewoon belangrijk om de kroketten niet te lang in het vet te laten. Ja,
Zo werkt dat gewoon, weet je. Gewoon koude kolatjes uit, weet je, zout gegeten koude kolatjes. En, dan loopt het land. Ja, en met een glimlach moet je de mensen bedienen en helpen. Ja, zo werkt dat. Daar sta ik voor. Ja, gewoon heel simpel. Hey, willen jullie friet? Zal ik even vertellen? En af en toe geef je wel eens een korting. Ja. Weet je, een knipoogje. En eigenlijk hoort dat niet. Ja. Maar af en toe kan je wel eens een oogje toe knijpen. Soms doe je gewoon een extra berenklauw of een kroketje in het zakje. En dan komen die mensen thuis en dan zijn ze hartstikke blij, weet je? Ja, weet je, ik ben een snackbar eigenaar voor alle Nederlanders. Ja, voor alle Nederlanders. Ook voor Mohammed. Ja. Ja. Weet je, ik heb echt heel veel Marokkanen in de snackbar gehad. Ja. En die help ik ook gewoon. Ook Red Bulletjes. Red Bulletjes moet ook verkocht worden, hè? Red Bulletjes. Ja. Weet je, die laat ik wel wat meer betalen, maar daar gaat het even niet om. Ja. Het is nemen en geven, is het, zeg maar. Ja. Dat is ook wel zo. Ja, maar waarom zou dat niet kunnen, weet je? Je hoeft niet te... je kan bij de AIVD hebben gewerkt, maar... Ik vind het wel grappig dat bij de AIVD, dus hij wist het al eerder dan dat het aan hem verteld is, zeg maar. Dat is wel grappig. Ja, dat is echt Dick, kom even mee. Ja, ik weet het al. Ik weet het al. Ja, weet je toch? Het is echt gewoon dat hij het al. Dat is wel heel grappig, ja. Dat hij het al gewoon. Ja. Ja, hij weet alles gewoon al. Ja, nou ja, maar die man is. Het is wel echt wel. Ja, als je het een James Bond verhaal. Het is gewoon echt. Het is gewoon een James Bond verhaal. Want die zet iemand neer die de alles weet van Nederland. Die kent alle mazen. Want dat vergeet niet, wij zijn gewoon, of wij in Europa of in de wereld, zijn wij gewoon de voorlopers op geheime dienst. Dat is al jarenlang bekend, zeg maar. Dat wij, dat hebben wij zo gespecialiseerd. Inlichtingendienst en zo. En dat soort dingen. Kijk, je kan daar niet Mona Keijzer. Ja, Mona Keijzer is natuurlijk gezellig. Die kan daar niet. Ja, wat snap je bedoel? Dat kan niet of zo, weet je. Er zijn, wat was het nou, was het die 2 jaar geleden of zo? Was de, en het is ook in het nieuws geweest, het is geen complot, maar er was zeg maar de kabels of zo van KPN. Daar zat een Russische of een Chinese ging dat afluisteren. Dat is ook in het nieuws geweest. Ja. En... de AIVD en de Amerikaanse inlichtingendienst, die wisten dit, zeg maar. Ja. En waarom wisten ze? Want zij wilden weten wat die Chinezen dan gingen afluisteren en wat zij er dan mee gingen doen, zeg maar. Nou, daar is Rutte over gebeld. Dat is allemaal naar buiten gekomen. Rutte is daarover gebeld. En Rutte, die wist dit, zeg maar. Maar die mocht dat niet, uit belang van Nederland, mocht je dat niet vertellen. Maar er was wel weer, er waren natuurlijk journalisten die hadden weer iets en dingen. Dus Rutte heeft dat later allemaal lopen ontkennen, zeg maar. Uiteindelijk is die Chinezen bij KPN en noem maar op, het is allemaal opgelost, zeg maar. Maar dat moest even 3 maanden, moest je daar je mond houden. Nou, ik ken Mona Keijzer. Weet je, nou, ik ken iemand die Mona Keijzer kent. En ja, die komt graag op van die feestjes met de chips en een bitterballetje. Ja. En ze praat natuurlijk veel, weet je, snap je bedoel? Ja. Ze is natuurlijk heel naïef. Nou ja, dan weet je, nou, we worden afgeluid door die Chinezen, echt waar, weet je? Snap je? Ja. Er zit toevallig iemand van de Telegraaf daar en dan heb je gelijk een rel. Dus ja, je moet wel iemand hebben die dit kan, zeg maar. Maar ja, Mona Keijzer, die praat gewoon te veel. Mona Keijzer praat te veel. Maar daarom heel veel mannen stoppen dan ook al hun pik erin, toch, haar? Ja, maar wel. Maar ik vind het wel... Ik had het wel gegund, Mona Keijzer. Echt. Ja. Ik vind dat zo'n leuk wijf. Ze heeft iets geiligs, toch? Ja, ze heeft iets dat je denkt, nou, er moet niet veel gebeuren, weet je, op een avond. Ja. Je hoeft niet over een grens bij jezelf te gaan, zeg maar, snap je? Ja. Nee, ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk. Aan de ene kant dan denk je, ja, die Rutte, ja. Ja, godverdomme, dat was wel lachen, snap je? Ja, dus... maar misschien moet hij er nog even in komen, joh. Dat is de eerste dag, hè? Kom op. Ik heb ook wel lachen. Ja, maar weet je, ik denk dat er... ik zie het nog niet, hoor, eerlijk gezegd. Een lachenbekje, maar... Nee, maar ik zie geen. Weet je, dat je, bijvoorbeeld denkt: godverdomme, weet je, er komt even iemand binnen of zo. Snap je? Je wil
Weet je, dat je wil een president hebben. Ik vind hem wel beter dan Plasterk, hoor, ook. Maar... Want dat was zo, die heeft ook zoiets aarzelend. Ja, en, maar... ik vond Dijkgraaf, vond ik wel... Die blijft altijd wel... Ja. Echt een vent, weet je wel. Ja, maar die is toch jong, toch? Of niet? Ja, die is nog jong, maar die heeft geen zin om het te doen. Maar die is van de VVD, toch? Dat is die gast met die baard, hè, toch? Ja. Ja, dat zou... Ja, dan heb je wel... Dat is wel iemand... Dat is dus zo iemand... Denk, hé, dat is een nieuwe kop. Dat is wel leuk, zeg maar. Ja. Ja. Maar ik denk dat je heel erg... Ik denk dat je... Want je krijgt nu ook... hij mag nu ook de ministerposten uit gaan delen. Ik denk dat je gewoon een heel... verbaal sterke ministers krijgt... die dit moeten doen. Want je krijgt er wel tegen, hè? Want dit is heel... Dit is zeg maar super polderen. Want je krijgt het kabinet... en de partijen die zitten dus in de Kamer. En het kabinet moet telkens... in debat om de hoofdlijnen... van het kabinet te verdedigen. Maar het kabinet gaat dan hun controleren... echt controleren... of dat wel kan, zeg maar. Dit is echt heel... Dit wordt echt heel raar, snap je? Ja. Dus je hebt Wilders, die kan zeg maar... zo meteen in de Kamer kan die gaan zeggen... ja, maar ik ben het daar niet mee eens. Want de hoofdleider zegt dit. Ja, maar we hebben als minister willen we dit doen. Want dit is het beleid. Snap je? Je krijgt telkens discussie, zeg maar. Ja. Dus je krijgt nog meer gelul over het hele... Weet je, het wordt heel verwarrend, wordt dit, zeg maar. Ja, nou ja, we zien het allemaal wel. Ja. Het is trouwens Klaas Dijkhoff. Klaas Dijkhoff. Dijkgraaf is die formateur, is een van die twee formateurs. En Klaas Dijkhoff is natuurlijk die van de VVD. De opvolger van Rutte zou dat zijn eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ja, Dilan Yüksekdag wil ook minister-president worden. Ja, nou, die begon heel goed. Ik vond haar wel heel sterk. Maar op een gegeven moment was ze alleen maar hetzelfde aan het lullen. En dit moeten we uitzoeken en bla bla. En ik kom hier op voor dit en dat. En daar sta ik voor. Allemaal dat soort standaard one-liners, weet je. Gewoon, weet je, dan heeft het verder niet meer zoveel om het lijf. Als je allemaal nee, ja, maar je zit helemaal ingebokst, joh. Dat is het probleem. Dit is zeg maar, weet je. Ik weet het niet. Ik hoop dat het... dat dit een beetje doorblijft, dat het gewoon geregeerd wordt, weet je. Ja. Ik denk dat dit in elkaar zakt in 2 maanden, joh. Dat is een soort, dat is LPF toen in die tijd. Ja, ja, we gaan het zien. Maar goed. Ja, ik weet niet wanneer hij officieel echt gaat beginnen. Of, als ze naast de koningin staan, hè? Ja, dat is het inderdaad. Dat is de dag, of de koningin, ik bedoel koning. Sorry, ja, ik ben helemaal nog... Ja, de koning, ja, dat is waar. Ik zit te denken, ja, is de vorige keer, was dan de vorige echt naast de koningin? Nee, want natuurlijk... Nee, want het is al 10 jaar. Als Rutte, ja, maar als Rutte natuurlijk weer opnieuw herkozen wordt, dan gaan ze toch weer een foto maken. Ja, ja. Nee, ze gaan nu weer een foto daarom. Maken. Ja, precies. Naast de koning en dan gaan ze allemaal zo, weet je, daarnaast staan. En ja, dan wegtrekken en zo. En dan je met zo'n konijntje aan de achterkant, weet je. Ja. Ja, dat zou wel grappig zijn. Ja, als iemand dat zou doen bij de koning... Ja dan zou die nog mogen blijven. Ik denk dat je helemaal af wordt gemaakt. Ik denk dat je op een uitkering gaat leven van 50 euro. Ja, ik denk echt dat je wordt een kluizenaar. Je wordt echt, zeg maar, verbannen. Ja. Dat je echt een of ander dorpje moet gaan wonen in je eentje. Ja, afgezonderd. Ja, echt zo ergens in Groningen daar. Hè, gewoon echt verbannen. Gewoon een soort Siberië-achtig idee. Ja. Van, hè? Ja, maar jij vond het grappig dus, hè? Je vond het grappig, de konijntjes. Ja, uitkering, alles wordt gestript, al het geld wat je hebt, wordt gewoon bevriest en je krijgt 50 euro per maand om te leven. ik denk dat dat echt gebeurt. Als je dat, ik denk niet dat je dat soort geitjes, dat soort geitjes, dat trekken ze niet, zeg maar. Nee, ik denk ook niet. Dat, ja. We gaan even door, want er is natuurlijk nog meer nieuws. Waar zullen we het over hebben? Heb jij iets waarbij je zegt van, dit moet ik echt kwijt? Wat was er nou in het... Oh ja, dat is een beetje... Ja, ik irriteer me aan... kijk, we hebben nu de periode, voetbal komt er nu aan, hè, zeg maar. Ja. En ik word gewoon kwaad op voetbal, zeg maar. Dat is niet goed.
Oh, waarom? Nou ja, op de selectie van Nederlands elftal word ik kwaad. Ik word kwaad op dan zit ik de Europa League te kijken. En dan, nou, dat is een hele mooie wedstrijd. Het is 3-0 en zo. Fantastisch, hè. Die voetballer die je dan met die dreadlocks, die schiet dan... helemaal geweldig. Nou ja, dat Duitse elftal probeert te knokken en dat lukt niet. En nou, dat is gewoon een geweld. Want finales zijn altijd saai. Finales zijn nooit leuk. Toch? Dat je denkt, jezus, maar je kijkt toch. En deze was gewoon leuk. En na afloop is er een prijsuitreiking. En daar komt Martin de Roo. Ik vind Martin de Roo zo irritant. Want dat, met alle respect, het is niks, zeg maar. Snap je? Hij voetbalt mee, het is leuk. Maar dan heeft hij, kijk, wat je doet met blessures, is dat met de voetbal is het zo, je bent geblesseerd, dan trek je het uniform aan van de club, ga je daar zitten, of je gaat in de kleedkamer, of weet je, dus maar in ieder geval, je bent wel onderdeel van het team, maar je bent niet, zeg maar, aan de voorgrond. Maar wat doet hij? Hij gaat gewoon geblesseerd, heeft hij zijn voetbaltenue aangetrokken, zeg maar. Dus dan is de prijsuitreiking, dan staat hij in zijn voetbaltenue. Nou, dat is al raar, want je bent geblesseerd. Jij hoort gewoon in het bedrijfskleding van het... En dan gaat hij daar echt bij elke foto of elk dingetje, zag ik hem telkens bij die beker zo omhoog houden. En dan denk ik, je hebt helemaal niks gedaan, Martin de Roo, weet je? Je hebt die finale niet... Die finale, dat is een wedstrijd op zich. Weet je, dat ze naar die finale zijn gekomen, dankjewel. Maar ja, als jij die finale niet speelt, dan heb je eigenlijk niks in die finale. Snap je, het is niet jouw wedstrijd, snap je? Ja. Ook al, stel dat je 1 minuut bent ingevallen, dan ben je onderdeel van dat team. Maar, snap je, je bent niet, die wedstrijd is voor die gasten, snap je? Ja. Dat irriteerde me dan een beetje. En dan denk ik van, maar waarom, en Martin de Roo, en nu is die niet naar het WK, EK gaat hij ook niet mee, dus dat... Maak het allemaal wel goed, maar ik irriteer me daar. En dan zat ik me echt op te vreten gewoon. Ja, want ik had inderdaad... ik dacht wel dat je heel blij zou zijn met het nieuws... dat hij toch uiteindelijk niet mee kon naar het EK. Ja, dat vind ik echt goed. Want ik ik zit dan niets vermoedend op de bank... en dan kijk ik even die wedstrijd... en opeens dan krijg ik allemaal pling van jou. Ja. En dan ik weet niet hoe ik daarop ben te reageren. Ik denk, ik laat je maar even... Maar jij bent echt boos, hè? Gewoon echt boos. Nee, ik weet niet, omdat ik gewoon... Ik zat van de week een documentaire te kijken... en dat heette The Class of 92, zeg maar. Ja, heb ik ook gezien. Ja, en... Het gaat over Manchester United. Ja, het gaat over Manchester United. Het gaat over 7 jongens die in de jeugdopleiding zitten. Opgeleid, en die zijn natuurlijk wereldberoemd. Scholes, Giggs, Nicky Beckham. Butt, Beckham. Neville. De twee Nevilles. Dus dat gewoon 7 jongens. En die spelen dan de halve finale van de Champions League. En Keen en Scholes, die krijgen geel. Rood. Ja, tweede gele of in ieder geval. Dus die mogen de finale niet spelen. En Scholes is, ik vind Scholes een van de, heel veel jongere mensen kennen die niet, maar ik vind dat een van de beste voetballers uit zijn generatie, zeg maar. Die rode. En die zegt gewoon in die documentaire, die finale is gespeeld. En die zegt precies wat ik zeg. Ja, we hebben tot de finale, halve finale, hebben we het hele seizoen gespeeld, maar die wedstrijd heb ik niet gespeeld. Ja, ik wilde gewoon in de kleedkamer zitten en laat mij met rust. Toen hebben mijn teamgenoten... hebben me en Keen beetgepakt en zegt, nu ga je met die beker omhoog lopen, want het is ook jouw Champions League. En toen zeiden ze, maar het is niet van ons, want we hebben die wedstrijd niet gespeeld. Jawel, donder op. En toen zag je ze nog zo omhoog lopen. En dan zei hij, maar ik schaamde me wel voor. En dan denk ik, dat is dus hoe je het moet doen, Martin de Roo. Met respect voor die wedstrijd heb je niet... Je was er wel bij, onderdeel van, maar... Het is die jongens die hebben het gedaan, weet je. En niet in een tenue. Kijk, natuurlijk heeft hij wel zijn bijdrage gehad, weet je. En dat heet het toernooi. Ja, natuurlijk. Maar die wedstrijd, daar was je er even niet bij. Want ik ken de documentaire hoor, Class of 92. Maar je hebt nu dus ook een nieuwe documentaire, 99 heet die. Ja. Dat gaat ook over Manchester. Oké. En die is net uit op Amazon die moet ik Prime. Zien, dat gaat over die wedstrijd. Nou, over de treble. Dus de titel, de FA Cup en het winnen van die Champions League. Inderdaad. Ja, want die wedstrijd, voor mij is het heel grappig, want ik heb die wedstrijd gezien.
in Rotterdam. Want de dag later gingen we met de plas naar Euro Disney. Met de wie? Met, gingen we met, in die wedstrijd. Oh, van, met de klas. Oh, ik denk, hè, met wie? Want ik dacht dat je het over afgelopen zondag ging. Met school gingen we naar Euro Disney. Dus ik heb toen de avond lekker die avond lopen zuipen, feest vieren en zo. Toen zijn we naar Euro Disney die dag later gegaan. Oh. Dus voor mij is dat een hele, best wel een bijzondere dag of zo. Ja. Dat ik dat dan nog, ik link dat aan dat van... Ik was aan tennissen en toen ging ik in de kantine, keken we dan die finale. En weet ik nog wel dat ze inderdaad die twee late goals maakten. Dat was echt, echt bizar. Ja, we konden het bijna niet geloven. Niemand kon het geloven. Iedereen was echt zo van, what the fuck, weet je? Ja, en ook gewoon die wanhoop en woede en boosheid van die... Een van die Bayern-spelers die dan keihard op de grond sloeg. Gewoon een paar keer lang. Zo, die donkere speler. Ja. Volgens mij was het Koufou. Ja. Ik ben niet zeker. Maar... Ik kon het... Want ik heb dan die documentaire zitten kijken. En het is binnen anderhalve minuut. Ja. Dus het zit in de blessuretijd. Dan is het één over... dus nog één minuut in de blessuretijd. Dan wordt er een bal ingeschoten. Nou, dan gaan ze naar de middenlijn. Nou, dat duurt ook. En dan wordt die bal weer een corner. En dan in diezelfde... Bijna in diezelfde eind van die minuut wordt die bal... Ja, dat is echt... Ja. Het is als je het... Ja, ongelooflijk. Ja. En Beckenbauer, die zat in de lift, hè? Ja, die zat al naar beneden met de beker en zo van... die even ophalen. Die hoorde gewoon gejuich. Die deurpoort die gewoon heel het stadion helemaal losgaat. Ja, dat is echt bizar. Dat is heel surrealistisch. Want je denkt gewoon, juichen voor mij. En afgelopen, klaar. Afgelopen. En dan is het gewoon een totaal andere kant. Dat is echt. Maar gewoon, want het duurde echt gewoon in die minuut. Dus je gaat Dus je gaat, het is 91, het is 90 minuten. Het is 91 minuten. Ja. Nou, je denkt, het is klaar, jongens. Je gaat die lift in. Je gaat die lift naar beneden. En je deur gaat open en je hoort gewoon het hele stadion. Denk, oké, het is voorbij. Nee, het is 2-1. Nee. Dat doet gewoon eerst dat je denkt, nou ja, dit is een geintje. Dit is een geintje. Ja, dat geloof je niet. Dat is echt... Dat is echt wel... Ja, nee, maar uiteindelijk vond ik het wel weer grappig. Want Lotto Matteo was zijn laatste wedstrijd. Ja. Dus, niet zo... Ja, nee, die ging nog een seizoen door. Maar Lothar Matthäus, die speelde ook in dat elftal. Weet je nog? Ja, nee, Schmeichel was wel zijn laatste wedstrijd. Schmeichel, ja. Ja, ja Lothar Matthäus. Ik weet het, het is echt gewoon zo... Ja, ik vond het echt een van de mooiste dingen die ik ooit... dat is ook niet waar. Want ik heb ook in Istanbul, Liverpool... Ja, Liverpool. Liverpool, Milan. Ja, dat was ook echt een van de meest bizarre. Ja. 3-0 bij de rust. Ja, ik hoop zelf dat het deze Champions League finale ook zo wordt, zeg maar. Ja. Ja, ik ben altijd wel voor de underdog, weet je wel. Ik vind het wel vet. Ze mogen het wel moeilijk maken in ieder geval, Dortmund. Ja. Ja, ik gun het Malen ook wel. Het zou wel lekker zijn als Malen gewoon 1-0 maakt of zo, toch? De winnende. Ja, maar je weet nooit. Ik vind het, ik weet niet, ik vind Real Madrid vind ik zo... ik ben nooit zo'n Real Madrid fan geweest. Maar ik vind dit wel heel bijzonder of zo, snap je? Ja, dat is ook al zo. Wanneer hebben ze voor het laatste finale verloren, joh? Ook gewoon niet, toch? Niet. Nee. Ze hebben nog nooit... Ja, ze hebben toch... Nee. Er was ook wel eentje tegen Atletico. Die was ook wel... werd verlenging. Ja. En toen maakte Bill nog ook die omhaal. Ja. En Maria scoorde ook nog in die verlenging. Ja. Nee, ze hebben nooit een finale. Ze hebben nu 13 Europa Cups gewonnen. 13 Champions League. Staat die op 13? Of 16, ik weet het niet. 16 hoorde ik. Ja. Maar dat is ook wel een elftal waar je gewoon... weet je, Toni Kroos' laatste wedstrijd. Ja. Dus dat is ook wel weer... Dat is ook wel grappig. Dat elk jaar gaan ze naar de finale toe en dan stopt iemand, zeg maar. Ja. Die generaat. Dus 2 jaar geleden was het Benzema. Ja, die ging weg. Die ging dan... Ja, maar die is, weet je, die is gewoon gestopt. Ja. Ja, toch? Dat is gewoon... Dus die ging dan Benzema en het volgend jaar is het Modric, want die is nog niet zeker dat hij weggaat. Ja. Dat is ook wel gaaf hoor. Ze staan op 14 Europa Cup 1. Dit wordt de 15e dan.
Ja, dat zou kunnen. Zo, dit is... Of nou ja, ze hebben net gespeeld. Als mensen dit luisteren, dan is het al bekend. Dat weten we niet. Ja, maar wat trouwens ook mooi is. Er is een scheidsrechter, die heet Jan Smit. Jan Smit. En die is voor het leven geschorst. Voor het leven geschorst? Ja, dat was dus een amateurwedstrijd, de kampioenswedstrijd. Ja. En, laten we even luisteren. En moet jij maar eens kijken. En ook gewoon, je moet ook gewoon zien hoe die scheids eruit ziet. Dat is ook gewoon goed. Ja. Gewoon lekker amateurvoetbal en dit. Moet je maar kijken. Ik was gewoon scheidsrechter daar die middag. Ik heb mijn werk gedaan, omdat er voor de wedstrijd gevraagd werd of ik een liedje wilde zingen. En toen zei ik alleen als jullie kampioen willen dat ik dat doen. Ja, ze zijn kampioen geworden. De schaal die kreeg ik tijdens het tussenspel van de Engelbewaarder in mijn handen gedrukt door spelers die hem in handen hadden. En op dat moment was er een tussenspel waardoor ik niet hoefde te zingen. En daar heb ik de schaal omhoog gehouden, maar me niet. Met de bedoeling om de tegenstander te kwetsen of iets dergelijks. Duizenden strepen, duizenden bomen. Dat is echt. Ja, dat is goed. Ja, dat hoorde ik, ja dat maar, is goed zeg. Gewoon, hij heeft gewoon ook 4 rode kaarten uitgedeeld aan de Valken. Dat was dus het andere team. En 3 rode kaarten waren voor spelers, eentje was voor de trainer. Ja. En hij telde 15 minuten blessuretijd bij. Ja. En tijdens die extra speeltijd maakte de keeper de gelijkmaker. En dat betekent dus kampioenschap voor St. George. Maar ze hadden die St. George had moeten winnen of was het door... Nee, gelijkspel was dus genoeg. En dat is dus gebeurd in die 15 minuten blessuretijd. maar het was dus zo dat ze... hij ging dus meezingen. Ja. Maar toen zei hij, dan had hij beloofd van ja, als jullie kampioen worden dan... Dan ga ik meezingen. Maar ja, dat is natuurlijk ook raar. Ja. En hij vond zingen dus leuk. En hij kreeg op een gegeven moment de schaal in zijn hand. Ja. Dan sta je daar als scheidsrechter met een kampioenschaal. Ja. En het is ook zo... Ja, het is een beetje een simpele ziel. Ook. Ja. Ja, een beetje een kamperachtig figuur. Ja, een beetje Haagse kamper. Ja, maar ook zeg maar... Ja, helemaal doet niemand iets kwaad volgens mij. Nee. Het is gewoon echt een... hij houdt van zingen. Want hij is dus ook zanger. Ja. En toen was er een tussenspel. En toen hield ik even die beker omhoog. Ja, hoe vind je dat zelf een beetje eruit zien? Ja, maar kijk, je weet hoe het gaat in die amateur... Wat is dit? Dit is zeg maar... of zo. Ja, hoeveel team is dit? 16e? Wat is het? Ja, ik weet het niet. Het is wel echt... Ja, maar bij amateurs is het ook gewoon zo. Kijk, als scheidsrechter kom je daar. En dan wil je gewoon... Ja, weet je, je weet hoe het gaat. Dan is het derde helft. En dan denk je ook, ja, fuck it. Gewoon bitterballen en bier. En weet je, ik moet het niet... Weet je, ik snap wel dat een aantal mensen... Natuurlijk, je neemt het serieus voor en na de wedstrijd. Maar dan is het douchen. En dan is het gewoon bier zuipen, weet je. Je moet niet... Ja. Het is geen... Weet je, fuck... Weet je, je moet niet iemand doodschoppen. Dat is het enige wat je moet niet doen bij de amateurs. Maar, dat is de enige regel. Toch? Dat het elkaar niet... Maar je moet niet gaan denken, weet je, ik vind het heel grappig. Ik zou het ook doen, weet je. Toch? Nou, dan zegt, hier zeggen ze dan, even kijken hoor. Zelf zegt de scheidsrechter dat hij de winst niet aan het vieren was met de spelers. Ik heb alleen een lied gezongen en de schaal een keer omhoog gehouden. Dat is het enige. Ik vind het triest voor woorden dat de KNVB mij daarom afvoert. Nou, dan zegt de KNVB... vanmorgen hebben wij meneer Smit gebeld en verteld dat er geen wedstrijden meer mag fluiten. Oh. Wij verwachten een neutrale houding van een scheidsrechter en dat beide ploegen met respect worden behandeld. Daar hoort deze houding natuurlijk niet bij. Ja. En er staat hier, de scheidsrechter werd in 2021 ook al een keer berispt door de voetbalbond vanwege onbehoorlijk gedrag. De KNVB gaf hem een jaar later een tweede kans. Ja. Dit was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen, al dus de woordvoerder. Smit noemt dat lachwekkend. De KNVB heeft geen onderzoek gedaan en alleen één video bekeken. Ik ga ervan uit... ik ga ervan uit dat het fluiten nu is afgelopen, maar ik ga niet meer zoals 2 jaar geleden op mijn knieën. Ja, dat is goed. Aldus Smit. Ja. Dat is goed zeg. Ja, het videobewijs staat hij gewoon lallend op een tafel die gaal omhoog te houden. Ja. Weet je, en mee te zingen. Ja. Ze hebben maar 1 filmpje gezien. Ja. Het is ook gewoon dan ook boos worden van je hebt daar gezeten, je hebt dit gedaan. Ja. Dan weet je gewoon, hier kom je niet meer onderuit.
Nee. Ik vind dit zo grappig. Ik vind dit hier word ik gewoon blij van, zeg maar. Ja. En ook omdat het, maar het is toch niet, oké, je bent van de KNVB, maar is het dan, is dit een topscheidsrechter of zo? Nee, het is vierde klasse. Maar ziet hij eruit als een topscheidsrechter? Nee, ja. Dat zou wel goed zijn, toch? Ja. Als dit gewoon naar het EK gaat. Ja. Meneer, we hebben besloten dat hij niet meegaat naar het EK. Van de uitzending van het Nederlands voetbal en nu hoe u met mensen omgaat. Dit kan gewoon niet. Ja, dat is... Ja, weet je, ik vind het zo grappig, dit. Want het is... Ja, je hebt gewoon... Ja, als scheidsrechter... vierde klasse, heb je dan, is het dan zo, neem je het dan echt, dan neem je het serieus toch? Toch of niet? Kijk, het lullige is natuurlijk dat dit is gewoon een kampioenswedstrijd. Ja. Kijk, als er waarschijnlijk niet zoveel op het veld gestaan, maar die tegenstander, die heeft dus lopen snitchen. Ja. Van ja, kijk dan, staat hij daar nog goed in schaal ook omhoog en wij nu, zijn we geen kampioen geworden, kijk dan. Ja, en dan gaan ze lopen zeiken, ja, KVB, kijk dan, dat is niet normaal. Maar ja, je neemt toch dan niet kijk, stel dat jij in vierde klas zit en je neemt dan echt iemand van de bond, weet je, wat je dan uit die regio, moet je dan naar die wedstrijd naartoe, toch? Of ik weet niet of het is gewoon, vaak heb je toch, dan heb je met grensrechters toch, dan was het van, is er niet nog iemand van de club dan die je moeder of zo, of zo'n moedertje of zo'n vader die dan even nog fit was en die dan, Maar ik vraag me wel, want hij heeft 4 rode kaarten gegeven, 3 aan spelers. Ja. Ja, weet je waarom? Weet je, dat ben ik wel benieuwd naar. Want kijk, als het echt van een schouderduw is van, hey, en niet protesteren, hier, hup, nog een keer geel. En dan, weet je, je kan natuurlijk rood geven. Ja, maar rood geven. Die man heeft totaal geen autoriteit. Als dat die man op het filmpje is, dan denk ik ook, ga ik ook voor de knie schijf. En dan kijken we wel wat voor kaarten geeft. Weet je, dat ook, het is of dat hij dan zeg maar, dan staan er dus 2 spelers en eentje van die club die kampioen ging worden, dat hij dan die ene rood geeft en dat hij zegt van tegen die andere die kampioen gaat worden, hé, wij gaan lekker zo zingen hoor. dat zou toch goed zijn. Ja, maar het is wel 3 man heeft hij eruit gestuurd. Dus dat betekent dat jij gewoon, dat is, wat is het dan, zitten 7 man tegen 10 of zo? Wat is het, 6 tegen 10? Nee, 8. 8 tegen 11, nou je kiept 11, ja. Keeper telt dan niet echt mee, maar dan word je wel helemaal, als je dat gewoon rond blijft tikken, dan tik je heel het hele team helemaal naar de kloten. Ja, dan kan je, ik snap dat je dan wel, het is wel, dat je denkt, het is wel verdacht, zeg maar. Maar, en het is ook een beetje raar als hij dan, zeg maar, die hele wedstrijd, dat nummer ging neurien. Ja. lekker zingen. Dan. Ja. Maar hoe gaat dat dan? Eruit. Ja, eruit. Hé, wat? Zit je nou tegen mij te praten? Nee man, ik zeg niks. Ja, hup, rood. Nou, je moet wel als scheidsrechter slim zijn natuurlijk. Want iemand, dus zij spelen dus thuis die kampioen zijn geworden. Ja. Dus dan moet je wel, weet je, je denkt bij jezelf, je weet hoe het gaat. Weet je, je geeft 3 rode kaarten en dan weet je gewoon, biertjes zijn gratis. Weet je, want stel dat hij tegen hun had gefloten, dan had hij daar niet kunnen stappen. Snap je? Dit is gewoon ook lekker ouderwetse omkopen zit hier gewoon bij. dat kan nog gewoon een beetje daar. Ja, dat kan toch. Als je goed speelt, ja. Het is toch gewoon, je weet gewoon, maar je weet, ik vind het ook zo mooi ook, weet je, hoe dat dan gaat bij die amateurs, dan zo komen ze allemaal naartoe en zo, maar je weet, we hebben die scheiter ook gehad, het was ook echt tyfuslijen, weet je. Gewoon normaal doen. En dan ben je al aan het opvreten als coach, als speler. Ja, dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Het is zo heerlijk dit, weet je. En hij perscheidt aan, zie ik. Dat is ook wel weer grappig of zo. Ja, hij treedt ook lekker op en zo. Een muzikant is het. Ja, hij is echt een zanger. En hij heet Jan Smit ook, hè. Dus dat is ook heel grappig. Dat is echt wel goed, ja. Dat is echt wel goed, hoor, dit. Ja, ik vind het... Ik mis het wel, dat amateurvoetbal. Ja. Dat weet je, dat je nog gewoon op knie schijven en enkels... Ja, of, precies. Dat je gewoon... Dat je nog iemand een elleboog kan geven. Vechtpartijen ook. Weet je, dat iedereen het veld opkomt en zo. Een ouderwetse elleboog kan je nog geven. Ja. Zo'n moeder met handtasje op het veld rennen en zo. Dat, ik zag van de week bij Studio Sport iemand, was Jan Wouters, die een elleboog gaf aan Pastoor. Ja. Heb je dat gezien wel eens? Ja, dat was dat met die andere tijdsport? Ja, andere tijd. Nee, ik weet niet wat het was. Niet. Nou, die gaf een elleboog, dat heb ik nog nooit meer gezien. Moet je intikken, Wouters Pastoor. Nou, dat is echt...
dat je denkt, ja, dit kan echt niet. Dus echt dat je denkt, ja, dit dat ik denk dat ik dit normaal heb gevonden in die tijd, weet je. Ja, dat het allemaal normaal gevonden. Ja, dat je denkt dat ook geen mensen in de politiek dan zeggen van, ja, weet je. Nou, je kent natuurlijk die elleboog wel tegen kerstkomers. Ja, die is in de lucht. Maar dit was echt gewoon, je komt aanlopen. Oh, en ja. Zo. Hebben jullie een oranje shirt? Ja, wil je even naar me toe sturen, zeg maar? Ja. Nou, dat vind ik echt. Ik zou dan echt gewoon bij mezelf. Dat vind ik dus kamervragen. Dit is dus iemand. Ja. Dat je dit dan ziet op Studio Sport. En het gewoon in de kamer wordt gezegd. Ja, als we zo met elkaar omgaan. Ja. Dat kan gewoon niet. Het kan, dit kan echt niet. Ik ben echt een Jan Wouters fan. Ja. Maar dit is. Ja, dat gaat bij mij echt. Echt gewoon schandaal. Ja, hij moet gewoon alsnog, gewoon nu nog. Ja, nu nog per, wat noemen we nou? Ik weet nog niet eens hoe dat heet. Dat je nog later... Met terugwerkende kracht. Ja. Met terugwerkende kracht nog, Gewoon Jan Wouters dok. Ja. Ja, oh ja, ja, hier zo. Het is echt. Oh ja, dan zegt hij, ja, ken dit, ja. Dan zegt hij, je wordt als voetballer, word je ook, weet nou? Dan zegt hij, ja, als voetballer word je... Word je onthouden voor die dingetjes. als ik het weer zie, denk ik, nou, dit kan echt niet. Dat kan gewoon niet. Sorry. Ik vind dit echt niet kunnen. Sorry. En dan gewoon rustig uit laten praten, hè? Bij het interview. Van verder niet even vragen van, hé, maar je hebt hier even... Voor dit normaal aan? Voor je dit normaal? Dan zegt hij, ja, ik ben wel een goede voetballer, maar ja, je wordt onthouden van die dingetjes die je dan hebt gedaan. Ja. Van die kleine dingetjes. Dat vind ik niet fair. Gewoon een hele lange carrière gehad. Ja, die dingetjes. Ja. Dat die pastoor zo'n debiel is, dat komt door deze klap, joh. Ja. Weet je? Hij zou gewoon schadevergoeding moeten... Ja, als hij het niet had gedaan, was hij nooit trainer geweest van Almere, maar van Feyenoord of van, weet je, van Twente. Ja. Iemand met gezond verstand doet dit niet, weet je? Dat is gewoon, je hebt die jongen gewoon mongolgers. Dat is echt, ja, maar dat, ik heb dat dus, dat gewoon... Ja, want je ziet wel eens dat je denkt bij jezelf, want voetbal is natuurlijk totaal veranderd. Alleen je hebt het zelf dan niet door of zo. Nee, dat klopt. Het gaat heel geleidelijk. En als je kijkt naar oude beelden en naar nu, ja, dan zit er wel heel veel verandering in. En de snelheid is anders en zo. Maar ja, dat zie je nu niet, zeg maar, in de loop der jaren. Alleen... Nee. Als je wel 20 jaar teruggaat, dan zie je het wel. Als je gewoon 20 jaar teruggaat, dat je denkt... Jezus. Maar ook gewoon die broekjes die heel wijd zaten en zo. En ja, het zag allemaal wat... Anders uit of zo. Maar het is ook ik zag ook zo'n wedstrijd en dan wordt er gewoon... Ja, word je gewoon over en weer wordt er gewoon in elkaar geschopt, zeg maar. Ja. En dan zie je die scheidsrechter, die geeft nog ineens geel. Ja. En als je het nu bekijkt, dat je denkt, jezus, wat is het? Het is ook helemaal veranderd, want ik was vorige weekend was ik in de Kuip. Ja, dat was gewoon een beleving. Maar dan zie je wel van, ja, dat het schitterend voetbal is, wat je daar ziet. En dat je denkt, ja, waar is dat, ja, waar dat voetbal van vroeger is niet meer, zeg maar, snap je? Ja. Goed. Nou, ik heb nog één ander. We hadden net bizar nieuws met die scheidsrechter. Ja. Ik heb nog een laatste nieuwsbericht. Dus een vrouw die heeft een lichamelijk beperkt kind van 6 in de rivier gegooid. En die is opgegeten door krokodillen. Ja. 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 Dat is in India. De politie in India heeft een echtpaar gearresteerd. Nadat een gedeeltelijk opgegeten lichaam van hun lichamelijk beperkte zoon in een rivier werd teruggevonden. De vrouw werd beschuldigd hem in een rivier te hebben gegooid. Over de rivier is bekend dat er veel krokodillen zwemmen. Ze worden beschuldigd van moord. De jongen die Vinod heette, had een gehoor- en spraakgebrek. Afgelopen zondag werd volgens de politie zijn gedeeltelijk opgegeten lichaam uit de kaken van een krokodil gehaald. De avond ervoor zouden Savitri en Ravi een woordenwisseling hebben gekregen over hun kind. Ravi geeft de vrouw de schuld van Vitods beperking. Ah. Hierna heeft Savitri
haar zoon in de rivier gegooid. Nadat buren de politie hadden gewaarschuwd, werd er een zoektocht uitgevoerd naar de jongen. De politie verklaart dat Ravi had geëist dat Savitri haar zoon moest weggooien vanwege zijn beperking. Ah, ja. Ja, dat is ja, het is een oplossing, hè. Het is dat, ja. weet je, ik zeg niet dat het een goede oplossing is, maar het is een oplossing. Het is... Ja, want weet je, zou een psycholoog dit ook kunnen adviseren van, joh, ja, hoe moet ik dan omgaan met, mijn kind is lichamelijk beperkt, gooi in de rivier. Maar dat bedoel ik dus. Kijk, en heb je dat al geprobeerd? Ja. Ja, maar kijk, dat is, het is altijd zo bruut en zo, maar... Weet je, je mag bijvoorbeeld hier mensen die lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn, die mogen dankbaar zijn dat ze in dit land zijn opgegroeid of in Europa. Ja. Weet je, want daar in India wordt er gewoon, en ik denk dat zij gewoon een boete krijgt, weet je, dat is gewoon een boete. Ja, of een berisping, een waarschuwing. Van waarschuwing, een lichte berisping van, nou, mevrouw, heeft u nog meer kinderen? Nee, nou dan, ik zou dat volgende keer niet meer doen, weet je. Dat is India, weet je. Ja. Maar dat je ook gewoon ja, weet je, ik vind het zo grappig dat je dat kind dan mee moet nemen naar zo'n rivier, weet je? Ja, dat je gewoon zit te kijken van, nou, als ik het hier gooi, dan verdrinkt het kind alleen. Maar, oh, daar zitten krokodillen, wacht even. Je moet het kind die kant op. Ja, je moet het kind meenemen met zo'n, zo'n rugzak waar je dan zo'n broodblik in doet. Nou, ga je me naar school brengen? Ja, zoiets. Ja. Van, zwemles, maar mama, ik kan helemaal niet zwemmen. Ja, nou, dat geeft niet. Ja, geeft niet, joh. Hé, doei. Ja. Mama komt je einde van de middag weer ophalen, hè? Ja. Maar, hè? Kom je straks weer ophalen. Doei. Maar gehoor en spraakgebrek, ja... Ja, is ook lastig. Ja, maar gehoor en spraakgebrek. Dan kan je, zij kon ook niet om hulp roepen. Ja. En daar kon die krokodil hoorde niet aankomen. Ja, maar zo gaat het in die landen. Dan word je gewoon in een rivier geflikkerd en dan opgelost. Weet je, alleen, Ik vind dan wel, weet je, we hebben dat de vorige keer ook besproken. Toen werd er iemand weggefotoshopt. Ja. Maar dan valt dat echt nog wel mee, toch? Ja, dit valt wel mee. dat je weggefotoshopt wordt, ja. Weet je, je kan ook gewoon opgegeten worden door krokodillen, weet je. Dus even niet zo klagen. Die vent gaf haar de schuld dat het kind niet zo goed was, zeg maar. Ja. En dan gaat zij een oplossing zoeken, zeg maar. En dan spreekt daarna, het is opgelost, weet je. Ja, precies. Ja, hoe ga je dan naar huis? Van, schat, ik heb er wat aan gedaan, hoor. Ja. Wat bedoel je? Ja, weet je, jij vond toch ons kind een probleem? Ja. Zo bedoel ik het niet precies. Oh, ja. Nou dan... Maar je hebt toch als moeder een band met dat kind? Ja. Je hebt toch... Ja, zes jaar lang, misschien was het ook op een gegeven moment gewoon klaar. Dat ze inderdaad dacht van, weet je, moet ik het eigenlijk nog wel willen? Ja. 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 Ja, hoe oud was het kind? 6 jaar? Ja. Ja, maar dan heb je toch dat kind eten gegeven. Dan heb je toch mee geknuffeld. Dan heb je toch iets. Weet je, het is toch niet... Ja. Er staat hier dus... Ravi geeft zijn vrouw de schuld van Finos beperking. Hierna heeft Savitri haar zoon in de rivier gegooid. Maar gewoon echt stonden ze bij de rivier van... Ja, dat is jouw schuld ook. Nou, doen we toch dit. Hè? Ja. Gewoon over de schouder gegooid ook zo. Ja. gewoon heel nonchalant. Opgelost. Ja, nee joh, dat bedoel ik niet. Ik ga nou niet meer die rivier. Moet je kijken, man. Dat zijn krokodillen. Ik zie dat kind ook zwaaien in zo'n rivier ook. Dat handje zo weg ook. Gewoon. Ja. Onder water. Zo zwaaien. Dag mama, papa. Ja. Ja. En de bek van... Ja, maar die mensen zijn... Je bent gewoon niet goed bij je hoofd gewoon. Ja, maar ja, ik... Gewoon, zou dat hier... Ja, je bent wel eens radeloos, toch? Of nee, zo, ja, maar stel dat je... Ik heb wel eens planten in mijn huis of zo. En dan vind je het ook kut dat ze doodgaan? Nee, maar dan voel ik dat toch ook. Dan ga ik toch ook niet ik ga nu die plant... Weet je, zelfs een plant dat je denkt... Jezus, weet je, dat... Als dat dood in de kozijn, dan denk je ook, ja, Jezus, wat erg. Maar een kind, ook al is het een
een kind wat een beetje daar iets mee aan de hand is, dan heb je daar toch een, je geeft dat te eten, je praat daarmee, je knuffelt. En dan denk ik van, ja, dan gooi je dat als een soort frisbee in zo'n Indiaanse sloot gooien met krokodillen erin. En je denkt er niet bij na of zo. Het is een soort, je haalt je schouders op en je ziet het kind gewoon worden verslunderd. Ja. Het is echt, waren er foto's of zo? Zijn er foto's bij of niet? Nee, ik zie al een foto van de krokodil. Maar... Die krokodil met zo'n duim ook in de lucht. Ja. Nee, dan staat er altijd vaak erbij beeld ter illustratie. Dus dan is dat niet krokodil. Nee, dus dat is wel jammer. Die met weet je, met zo van die tandenstokers zo. Ja. Of gewoon dat kind er nog half in, weet je wel. Zo'n been van het kind. Zo'n knie met zo'n enkel, wat die aan het herkauwen is. Ja. Of een spijkerbroekje of zo. Ja. Zo'n haarbal. Zo, dat die uitkost. Ja, zo'n haarbal wat die uitkost. Met twee strikjes zo. Ja. En dan, of dat je dan een filmpje ziet, dat is zo heel gewoon tevreden weer dat water ingaat. Zo. Ja. Heel waggelend zo. Ja, lachend gewoon. Ja, dit is. Dit, ja. Maar dit is het. Die ouders zijn dat dan echt. Daar is iets mis mee dan of zo. Of even hebben ze zoiets van. Ja, weet je. Het is. Ja. Ik vind het altijd bijzonder dat het allemaal zo gedetailleerd is. Dat er gewoon een nieuwsbericht staat van. En het gaat dan om Savitri Kumar. Dat is toch een voornaam en achternaam? Ja. Hoe komen ze er? En waarom moet ik dat helemaal weten? Dat zij het is in India. Ja, maar misschien moet je, als je haar naam googelt. Dat je dan. Nou, ik zit hier kijken naar een foto. Ja. Hoe ziet ze eruit? Zwak begaafd? Even kijken. Nee. Nou. Ja, als dit het is, maar dat zal wel niet. Ja. Even kijken hoor. Ik weet niet of ze... Dus ja, maar dit gewoon... kan... Dit is tot, nee, dit is gewoon een Bollywood film. Dit is gewoon een stokfoto. Dit is toch niet, dat is ik kan me niet voorstellen dat deze vrouw... gewoon een baby even in een sloot gooit. Met een soort, weet je, zo over de schouder heen. Ik heb hier... Nou, ik heb hier, dit lijkt er meer op. Dit is het nieuwsbericht in het Engels. Daily Mirror, geloof ik, of zo. Maar dan zie je wel, als dit zal er wel zijn. Ja. Ja, hij is nu aan het laden. Dat lijkt er meer op, hè? Ja, dit is... dit is... Ja, dit kan niet anders. Dit is zo. Onder zie je die foto van die jongen. Oh. Moet je kijken, als je naar beneden scrolt, zie je die foto van die jongen. Er zit foto van die jongen. Ja, maar dat is ook hard hoor, als je dat zo allemaal ziet dan. Ja, daaronder. Zie je dat? Met die gestreepte... Oh nee, dit kan niet. Dit kan echt niet, joh. Dit is echt, dit is dat jongetje. Maar er is toch niks mis mee met dat jongetje, toch? En zijn lichaam was gevonden met bite marks. Met, van die dingen. Nah, dit kan echt niet. Dit is echt, dit is zo, weet je, lachend ook nog. Ga eens lachen, dat is je laatste foto. En als je naar beneden, dan zie je ook een stokfoto van die krokodil. Maar dan wel, ja, iemand heeft dus die foto gekozen, een stokfoto van die krokodil. Ja, dat is grappig. Moet je kijken, naar beneden. Even kijken, anders doe ik even mijn... Heel euforisch. Oh. ja, dat vind ik ook niet kunnen. Die krokodil is goed, zeg. Ach, maar ook gewoon zo'n hele blije krokodil. Ja, ik zie daaronder staan... dit is dus het Engelse nieuwsbericht. Savitri reportedly pushed the blame on her husband. Dus zij zegt van... My husband is responsible. He kept saying, let Finot die. Oh. Dus, daar heeft ze, dus hij heeft gezegd, laat hem doodgaan. Ja, het is echt niet en dan zegt ze, if my husband keeps repeating such things, how much torture could my son endure? Ja, maar hij is toch dood? Ja. But he kept repeatedly telling me to let the child die. Oh. Ja.
Nou ja, kijk, het is een einde van een verhaal waar je gewoon, weet je, kijk, en dan die kinderen van nu kunnen, weet je, dit is zo'n mooi opvoedingsverhaal dit. Dit ja. kan je gebruiken als een soort voorbeeld van opvoeden, snap je? Ja. In India word je gewoon, als jij daar een griepje hebt of je hoort slecht, word je in een sloot gegooid met wilde dieren gewoon. Maar ook gewoon, gooi je dat kind erin en blijf je dan staan, zeg maar? Dat je gewoon, of gooi je hem erin en je hoort hem schreeuwen en je stapt op je fiets naar huis toe. Hoe gaat het dan? Dat is mijn... Ja. Ja, als je ernaar gaat kijken, dat is ook zo... Met een zak chips. Ja. Ja, maar ik bedoel... Gewoon ook een poeltje maken van hoe lang duurt het voordat er een krokodil komt. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja dat gaat zo gebeuren hoor. Dat die krokodillen die denken, dat is gewoon voor hun een zo'n snack is dat, zeg maar. Ja. Dat is gewoon, maar ik zie ook dan die oude, dan komt zij thuis... En dan moet ze met de vuilniszak al die zijn kamer leegruimen. En dat bedje opruimen. Foto's. Ja. Ja. Oh, dat is echt treurig. Dat ze denkt van, nou, misschien heb ik hem toch te vroeg weggedaan. Ja, dat je nog even zo naar een fotoalbum kijkt. Oh ja, oh leuk, toen was hij net geboren. Oh, wat leuk zeg. Ja. Ik mis hem nu al. Ja. Ja, ja, dat is toch heftig. Dat kan je gewoon niet voorstellen, joh. Ja, maar je dat gaat praktisch bizar. Denken. Je denkt praktisch. Ja. Ja, je gaat in de praktische modus inderdaad. Ja, weet je, dan... Ja, als je dit kan, ja, dan dat is dus het enge. Dat je dus gewoon... Ja, dat het je dus niks doet, blijkbaar. Ja, dat ook op wordt gebeld naar school. Van, ja, hij komt niet. Is hij ziek? Ja. Ja, ja soort. Een soort van. Komt hij echt niet? Ja, niet meer in de huidige vorm. Ja. Ja, maar hij moet wel gewoon zijn huiswerk maken. Nou, ja. Als je zo graag wil dat hij zijn huiswerk maakt, dan moet je hem zelf even bij elkaar zoeken. Ja, zo'n klomp. Zo'n klomp vet. Zo. Ja, dat ze zegt, ja, hij was vandaag niet bij zwemles. Nou, dat heeft hij ook niet meer nodig. Ik denk dat hij het ook niet meer nodig heeft, ja. Ja, dat is echt. Ja, maar dit is... Ja, weet je. En dan of dat ik zeg van nou, ik weet het resultaat, dan hij is gezakt. Ja, hij is gezakt, ja. Ik wil mijn geld terug van het zwemmen, ja. Want het heeft niet geholpen. Ja, het is echt. Ja, maar dat is het dus. En ik had ook maar dan ja, dat de buren hadden dus gezien dat ze me in de sloot hebben gegooid, zeg maar. Ja, ja. Maar dat je dan niet denkt van. Nou, zullen we hem even eruit vissen? Ja. Dus de gedachte van, oh, we zijn al te laat. Ja, maar hij ligt er pas 10 seconden in. Ja, nee, dat is te laat. Ja, nee, maar ik denk dat je dan misschien als buren... Ja, je wil je er ook niet mee bemoeien of zo. Of je denkt van, ja, het kind... Ja. Ik zou het zelf niet doen, maar het is wel een irritant kind. Ik snap het wel. Ja, weet je kan... ja of dat je zegt van, ja, nou ja, dat is hun keuze. Ja. Weet je, wij kunnen ons daar niet mee bemoeien. Die moeten we niet mee, want ik ligt daar. Weet je, misschien zijn er wel dingen gebeurd waarvan hè, een verhaal heeft twee kanten. Ja, het verhaal heeft altijd twee kanten. Ja. Het zal een terechte straf zijn voor die jongen. Ja. Ja, ik vind het wel een heel mooi verhaal. Want het heeft... Het is heel treurig en heel... ja, raadloosheid zit erin. En, ja, maar het is niet ongebruikelijk, hè. In dat soort landen, ja, ik kan niet generaliseren, maar... In dat soort landen worden natuurlijk gauw dat soort dingen gedaan. Want ze denken dat het dan God, een straf van God is. Ja, dat klopt. Als je beperkt bent inderdaad. Ja. Dan zouden we hier ook weer terug in moeten voeren hoor. Ja. Iemand die gehandicapt is hier. Is straf van God. Ja, gewoon. Kijk, wij hebben geen krokodillen. Maar het is een oplossing van heel veel problemen. Ja. Ja, het is je zou bijna weer terug verlangen, of in ieder geval verlangen naar krokodillen hier. Ja, maar het is, kijk, weet je zo, maar je moet ook kijken, die mensen die wonen daar in zo'n hut, nou, die hebben natuurlijk heel veel verzekeringskosten, want het jongetje moet naar een speciale school, die moet braille lezen, die komen allemaal rekeningen binnen. Die moet zo'n elektrische trap hebben. Ja, voor zo'n plaggenhut. Zo'n elektrische plaggenhut. Ja, precies. Nou, extra stookkosten omdat hij het heel koud heeft altijd. Ja, die vader die werkt die heeft gewoon vier baantjes. Ja. Die is dan zo'n tuk-tuk loper weet je, zo'n avondwinkel en 's avonds pizzas rondbrengen. Nou, die komt helemaal op thuis en dan dat kind. Ja. Weet je, ja. Ja, ja.
Ja, daar zit niemand op te wachten. Je, 6 jaar lang zit je in een hel. Ja, het heeft nog lang geduurd. Ja. Ja, het heeft nog lang geduurd, ja. Dus, en dan is het gewoon, en dan snap je, en dan is het gewoon, ja, ik trek ja, het niet. Je breekt op een gegeven moment. Ja, van. Je breekt, het is, je komt een avond thuis, je bent kapot, je weet je, weer een rekening van, ik weet niet, roebels, ik weet nog wel eens wat ze daar, wat hebben ze in India voor kraaltjes of zo, weer 450 kraaltjes. Ja, en dan zegt hij zo tegen de vrouw, ja, Gooi maar weg, het kind. Ja. Als ik het, dat is, volgens mij heeft hij het ook gewoon tegen haar gezegd. Van ja, als ik het gooi maar in die sloot. Gooi maar, gewoon 4 keer gezegd. Ja. Ja. Zij denkt natuurlijk, zij ziet hem natuurlijk breken. Weet je, ze is toch niet getrouwd. Zat iemand anders wat. Ja, maar eerst heb ik waarschijnlijk gezegd van... ja, ik heb weggegooid hoor. Waar dan? Ja, bij Goffel. Ja, nee, niet daar. Niet weet je, daar. Pak maar weer op, inpakken en ja, niet, we gaan naar... Ze hebben andere stond. Mensen er ook last van, weet je? Ja. Ja, zo is het gegaan. Nou, en dan is het gewoon in die sloot geflikkerd. En het is... Ik denk dat het ook heel normaal is daar. Want dat is het. Het is niet... Kijk, ja, dat was de 4e al deze maand. Ja, maar die buren zeggen, die hadden het gezien. Dus die, als, stel dat ik nou thuis zit en iemand gooit, er is een sloot met krokodillen. En iemand gooit zeg maar vanuit een buggy, zeg maar zo, dat kind zo in die sloot. Dan zou ik, en ik zie dat, dan loop ik toch even naar buiten. Van hey, wat is hier aan de hand? Bel de politie, dit kan echt niet. En dan probeer je met een stok nog wat babyresten uit die sloot te halen, zeg maar, snap je? Ja. Dat zou ik dan doen, maar die buren hebben gewoon... het zal wel. Weet je, dus daar zit natuurlijk ook wel... Ja. Het is daar wel... Maar ik zie ook dat hier staat... hij heeft dus meerdere keren gezegd... gooi dat kind weg. Ja. Gewoon zo, hè? Ja, gooi dat kind weg. Ja. En het was on Saturday evening... after the couple got into another fight. Ja, en toen gooiden ze hem in het kanaal. Maar... Maar ook gewoon een zaterdagavond, weet je. Gaan we nog stappen? Nee. Ik gooi eerst mijn kind weg. Dan kom ik er zo aan. Zo eerst oppassen. Zo oppassen opbellen. Naar 3 oppassen. Oh, er is dus niemand. Oké. Okay. Flop. Zo, die sloopt in. Ja, het is sneu. En toen heeft de politie resten in een krokodillenmond gevonden. Ja. Maar, ja... Maar hoe weet je dat de rest is van dat kind dan? Ja, another fight about allegedly threw him into a waste canal that flows into the Kali River, which is known to be infested with crocodiles. Ja. The 6-year-old was reportedly asleep at the time. Dus hij sliep toen ook nog. Ja. Hij zag het niet aankomen. Nee, dat is ook lullig. Dat is ook, ja. Nou, ik denk dat als je erin wordt gegooid, dat je dan wel wakker bent. Ja. Even snel en denk je, wat de fuck gebeurt hier? Wat de fuck gebeurt hier? En dan dat je gewoon even een moment hebt van... Mama, papa. En dan gewoon glonk. Ja. Gewoon. Ja. Ja, dat is en... Ja, het is... Hoe weten ze nou dat het die krok... Want er staan er vol zit met krokodillen. Hoe weten ze dat ze dan... Zijn ze al die krokodillen langs geweest voor het DNA-onderzoek of zo? Ja, ik weet het ook niet. Oh, wacht. Er gingen heel veel mensen gingen het water in... vrijwilligers in het gevaarlijke water om die jongen te zoeken. Ja. Recalling the horrific scenes, one eyewitness told the New Indian Express we could see one of the crocodiles holding the body in its mouth. Och. Ja. Ja. Maar dat je ook het water in gaat, dat je ook gaat zo'n zoekactie. Ja. Weet je? Na jeep. Weet je, zo. Oh, ze hebben nog een ander... Ze hebben nog een 2-jarig kind ook. Oh, en daar is niks mis mee. Nee, die leeft... Die is 2 jaar, maar die leeft nog 4 jaar. Ja, dat is wat ze... We hopen nog 4 jaar te kunnen genieten van onze andere zoon. Genieten van onze dochter. Ja, maar er zijn wel mensen die zijn dat water in gegaan om het kind te proberen te redden. Nou, om te zoeken. Redden was gewoon niet meer mogelijk. Oh, ze gingen echt zoeken. Ja. Maar dat is ook gevaarlijk. Ja. Oeh, wat eng.
Ja, maar je moet ook wel, weet je. Dus, ja, weet je, maar het is ook... Het is niet nieuws. Dit gebeurt in die landen, weet je. En wij schrikken daarvan. Wij zijn natuurlijk... weet je. Wij hebben hier opvang voor die kinderen. We hebben hier nazorg. We hebben hier, Ben O.L., weet je. Snap je? Dat is wel, weet je. Geef je Ben O.L. zo'n kind. Ja. Die doet dat kind niet pijn, hoor. Die gooit hem niet in een rivier met krokodillen. Nee, precies. Dus, snap je? Dat zou Benno nooit doen. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Dus het is aan twee kanten. Je hebt, aan de ene kant heb je Benno L. En aan de andere kant heb je krokodillen in een rivier. Nou, en dat waren ook voornamelijk gehandicapte kinderen. Snap je? Ja, dat klopt. Dus het is... Nee, voor Benno is iedereen hetzelfde. Heel simpel. Die ouders die willen dat kind dus niet hebben. Dat blijkbaar is het de moeite. Nou, je zegt tegen Benno L. Van weet je wat, het kind is niet gewild. Je mag het kind doen met het kind wat je wil. Je mag het niet doodmaken. En dan gaat Benno L. voor het kind zorgen. Nou, dan leeft dat kind toch ook. Nu is hij dood. Ja. Dus. Ja. Dus dat, zo kan je het ook zien. Je hoeft niet, het is niet alles is negatief. Nee, inderdaad. Nee, ik zit even verder te lezen, maar nee, dit is het allemaal wel. God hebben ze ziel. Niet God. Ja, ik weet het. Het kind van de duivel is het. Maar het is een stout kind. Ja. Dus... Nou ja, met dit nieuws sluiten we af. Het bizarre nieuws. Ja. Ik ben benieuwd of we nog een premier hebben aan het einde van deze aflevering. Ja, van de week. Je weet het toch nooit, hè? Dus, dat is ook wel zo, ja. We gaan zien hoe lang deze het volhoudt. Ja. We zijn er volgende week weer met... ik geloof dat Jordi, die is nog ergens tot juni of zo, 8 of 10 juni, ja. Nog bezig met zijn nieuwe huis. Ja. Dus ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Inrichten van, wat zou hij in zijn huis hebben? Ja, een bed. Ja, maar zal hij een beetje... Heeft hij een vriendin? Bepalen? Ja, hij heeft een vriendin. Ja, nee, dan bepaal je niks, hoor. Nee, hè? Dan bepaal je niks. Dan bepaal je alleen maar wanneer jij... Als jij met een vrouw samen gaat wonen in een nieuw... Stel dat zij daar al woont, dan is het haar huis. Dus nee, het is echt een samen. Samen. Nou, dan gaat zij tot in de details gaat zij het bepalen wat er gaat gebeuren. Ja. Hij kan hooguit zeg maar een hoekje claimen van dit wordt mijn favoriete hoek voor voetbal kijken. Ja. Maar dat voetbal kijken wordt meer samenvattingen kijken waarschijnlijk. Ja, uitzending gemist wordt het. Gewoon als hij slaapt. Ja. Dat soort dingen. Ik weet niet, dat in eigen kamer, maar dat is nooit goed. Dat is nooit. Nee. Je moet nooit eigen kamer hebben met een vriendin erbij, zeg maar. Dat is nooit goed. Zeg maar, dat je een eigen computerkamer hebt, zeg maar. Want dan begint zeg maar al het afstand nemen van elkaar. Ja, dan begin je al gigantisch op die gewoon af te trekken, weet je. En dan komt zij net binnen of zo, weet je. Ja, precies. Of wat ik erg vind, is dat je op het af aan het trekken bent op zo'n thuiscomputer. En echt gewoon dat je dat constant... Dat is gewoon je aftrekplek. En dan op een dag zit je moeder ook aan die computer. Ja. Ja. Dat je nog vergeten bent om nog wat zaad weg te halen. Zeg maar vlakbij het toetsenbord. Ja. Nou, dat doe ik morgen wel. Het is zo surrealistisch dat je ook... Dat is niet goed, joh. Weet je? Ja. Ja, dus dat soort... Ja. Nee, maar je hebt ook dan tegenwoordig dat je dan zodra je een website intikt, dan maakt hij toch helemaal af. Ja. Dus als je bijvoorbeeld de letter A intikt, dan maakt hij gelijk al anaal of zo. Anaal. Nee, maar denk dat je dan wel, ik ben wel dat je het even wist. Dat wel, maar... Ja, nee, maar je kan wel eens iets vergeten. Ja, je kan wel eens in een gauwgeit. Ga even naar... Weet je, of bijvoorbeeld
belastingdienst of zo van. Ja. Even naar. Dan gaat big, in het belastingdienst, gaat er, big tits. Big ja, tits. Precies. Dan begin je bij de B. Snel doortypen, weet je wel. Ja. Wat stond daar? Belastingdienst of zo. Ja, maar is je moeder dan niet, die is nog niet zo computertechnisch of zo. Dus die ziet dat niet snel. Maar je denkt ook, je begint wel te zweten, zeg maar, snap je? Ja, ja. Dat je denkt, oh, maar dat idee, dat, ik vind dat zo grappig dat je dan zo, dat, gewoon je computerkamer hebt als man en je bent alleen maar aftrekken en noem maar op. Ja. En dat op een dag kom je thuis en dan zit je moeder een beetje in zo even iets op te zoeken. Ja. 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 En dan probeer ik een list te bedenken, hè, om heel snel haar weg te krijgen uit de computer. Hey, mama. Ik moet nog even dingen doen hoor, voor werk. Nee, ik heb een scheur in mijn broek. Wil je er even naar kijken? Dat ze dan even kan, weet je, kan maaien of zo, weet je. Wil je wat drinken? Ik zit in de woonkamer. Ja. Ik zet de koffie in de woonkamer. Ja, maar ja. We zitten hier. Jij, ja. Ik heb het in de woonkamer gezet. Ja, ja nee, maar we zitten hier. Ik zit hier nu. Met, wat is het? Nou, doe niet zo raar, joh. Ja. 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 Oh, is Spaans benauwd, hoor. Dat is echt... Ja, nee, maar dat is dus... Dat, ik denk, als man moet je echt gewoon je plek zien te vinden in zo'n huis, zeg maar. Ja, ja. Ja, maar dat is dus het irritante. Ik leef al heel lang alleen en jij ook. Ja. En ik vind het wel heel relaxed, moet ik zeggen. Ja. Ik denk, als ik dan zeg maar iemand tegen zou komen, dan blijf ik lekker hier zo in mijn eigen woning. En ik ga wel op en neer pendelen, desnoods. En ze komen een keer hierheen. Ja. Dan kan ze ook weer gewoon na een nachtje neuken weer weg. Ja, zo is dat. Ja, dat is het. En dan gaan we nog wat leuks doen. Leuks? Nee, ik heb dingen te doen. Dus, ja, nee, maar dat is wel... Ja, maar we hebben een relatie. Ja, ja. Ja, dat, zo zie jij dat. Ja, ik denk dat die gast nog wat jonger is. En dan is het... Dan ga je nog meer in dat... Ja, in dat, ja weet je. En vergeet niet, vrouwen zijn... Ja, dat is niet dat ik heb dat niet bedacht, maar dat de comedian die dat zijn gewoon robots op die batterijen gaan niet meer uit. Die hebben een energie die ik niet heb, zeg maar. Die ik dus nooit heb gehad. Ik heb die energie niet. Ik kan niet van we gaan nu naar mijn tante, we gaan nu naar mijn oom, dan gaan we dan nog naar de sauna en dan doe jij nog even het hek schilderen, zeg maar. Aan het einde van de... Ja. Dat je en dan maar klagen. Ja, maar waarom is dat hek nog niet af? Dat zou je al 3 maanden geleden doen. Ja. Weet je, en ik ben iemand, dan heb ik al die mensen ontmoet. En dan moet ik echt ergens gaan zitten om tot mezelf te komen. Tot rust te komen. En dat hebben zij niet. Het gaat maar door. En dat is niet... Dat zijn bijna 95% van vrouwen. Ik denk 100% van vrouwen die zijn zo. Dat je... Dat, en ik kan gewoon soms de hele dag niks doen, zeg maar. Ja, ik ook. En dat ik voel me daar heel fijn bij. Ja, dus... en dat heb ik ook. En dan gewoon echt lekker... Dat je denkt achteraf van, wat heb ik eigenlijk gedaan vandaag? Niks. Nou en. Ja. Weet je, dat. Ja. Dus dat is het. En hij zit daar middenin, dus hij... Ja, maar ik zoek dat ook. Ik zoek gewoon ook gewoon iemand die dat ook heeft. Ja. En wat ik ook, ga ik denken op mijn Tinder bio zetten of zo. Ja. Ik zoek ook een vrouw, en die heb ik eigenlijk al gevonden. Ja. Kim, shout-out naar jou. Ja. Die gewoon scheldt met kanker. Ja. Weet je, iemand die wel gewoon die je ook mee kan nemen naar je ouders, want dan is het netjes. Ja. Maar ook bijvoorbeeld als ze bijvoorbeeld iets doet, ze laat het vallen, kanker. Ja. Dat. Ja. Gewoon dat vind ik gewoon wel goed. Ja. Ik had het een keer met een collega en dat was, die was best wel netjes. Maar toen liet ze opeens de sleutels vallen en uit de reflex zei ze gewoon kanker. Gewoon in de winkel ook, hè. Ja. Ik zeg, wat zeg jij dan hier? Oh. Ja. Maar dat vond ik wel heel goed. Dat vond ik echt heel grappig. Dat is gewoon grappig, ja. Want dat betekent dat iemand gewoon dan echt is of zo, of iets. Ja, gewoon, en dat je niet zo potverdorie of... Nee, als je gewoon iets hebt, dan... Ja, maar dat is dus moeilijk. Ik denk dat je vrouwen van mijn leeftijd, zeg maar, die hebben dat wel. Want er kwamen ook 3 vrouwen tegen bij een comedy show. En die waren gewoon, daar zat geen hoop meer in, zeg maar. En dat is echt heel grappig om te zien. Dus er zat, zeg maar... De rek was er ook echt uit. De rek was er echt uit hun... Ja, er zat geen...
naïviteit meer in of zo. Dus dat gewoon, nee. Ze wisten gewoon, oké, mannen zijn klootzakken, willen alleen maar neuken. Ja. Wij willen ook alleen maar neuken. Liefde, bestaat het nog wel? Ik weet het niet. Als het leuk is, is het leuk. Zolang het leuk is ook. Ja, dat zeiden ze ook. Als het leuk is, is het leuk. Als het niet meer leuk is, dan is het niet meer leuk. Dat zeiden ze. En dat was zo grappig om te zien. En ze waren allemaal 41, 42, 43, zo. Weet je? En dat vond ik wel heel grappig of zo. Ik vond het wel... Ja, ik dacht, ze zien het... Want ze hebben natuurlijk ook allemaal... Weet je, dat zei ik ook tegen hun in die show. Jullie hebben natuurlijk zoveel orgies en gangbangs en dingen meegemaakt. Dat jullie... Je bent gewoon cynisch, zeg, snap je? Ja. Dus je gelooft niet meer in die praatjes, snap je? Dat vond ik wel... Ja, vond ik wel weer heel grappig of zo, weet je. Maar ja, ik denk, als jij echt nu gaat samenwonen met een vrouw, dan ben je alleen maar een soort tassendrager. Ja. Ja, maar ook gewoon, weet je, ik kan nu gewoon de vaat gewoon 2-3 dagen even laten liggen en even laten ophopen. Ja. Want ik heb maar 1 bord of 2 borden. Ja. En dan weet ik vanzelf al, nu moet ik het even opruimen. Ja. Maar anders, dan moet je al gelijk diezelfde avond alles opruimen. Klopt. Weet je, doe even chill, joh. Dat doe ik wel. En ik doe het heus wel. En ik heb het 20 jaar zo gedaan. Even, dat heb ik zo. Ik heb precies hetzelfde. Ja. Ik heb precies dat ik denk, dat komt nog wel of zo, weet je. Of dat... Als het te veel is, dan weet ik dat zelf ook wel. Ja, dan denk ik, Nee, dat is precies wat zo, noem het maar raar. Maar zo leef ik, zeg maar. Ja. En weet je, soms komt moeder op visite en die ziet dan dat er blijkbaar rommel ligt, maar ik zie dat niet eens. Ja. Weet je, het is gewoon, kijk, als zij het opruimt is het wel anders. Maar ik zie even kijken wat ik zie nu, een controller op mijn bank. Ja, nou en, weet je, dat soort dingen. Dat is geen rommel. Nee. Maar rommel is als het plakt. Als het plakt. Ja, precies. Nee, maar en er zit een broek over mijn stoel. Nou, die broek doe ik morgen aan, weet je. Maar dat oog dan voor sommige... Nee, weet je, dus dat. Maar als je een vriendin hebt, dan is het toch weer anders. Van even dit opruimen, dit. Ja. En dit laat me even met rust, joh. Ja. Weet je, dus dat. Ja, dat heb ik ook. Plus gewoon, weet je, jij kijkt natuurlijk ook je eigen dingen. En gewoon wat je vet vindt en voetbaldingen en docu's en series. En opeens, je moet ook dingen samen gaan kijken. Ja. En zo, weet je. Dat trek ik ook dan niet. Dan moet je wachten tot iemand thuis is, dan kan je weer verder kijken. Ja, dat is ook zo. Dan moet je wachten tot iemand thuis is om verder te kijken. Ja, en dan komt ze thuis en dan zegt ze... Nee, ik heb niet zo zin in die serie nu even. Ik leef nu... 3 weken verder ben je helemaal vergeten wat er gaat ook. Ik leef in die serie, laat me met rust. Weet je, ik wil nu... Want ik kan dat niet. Ik kan niet, zeg maar, wat vrouwen doen... Van, kijk een serie en dan duurt het 3 weken tot je weer... En dan moet jij aan haar uit gaan leggen van... moet je dat hele plot weer aan me uitleggen. Nee, zij heeft haar vermoord. En wat zei haar moeder? En die gaat nu naar die maffiabaas in Toronto. Daar zijn ze nu op. Oh ja, ik weet het alweer. Ja. Dan is ook niet geloofwaardig. Dat is ook niet geloofwaardig. ruzie over serie. Ik had die serie al afgekeken, 18 afleveringen, maar nee hoor, ik moest weken wachten, weet je. Ja. Ik ben in 9 afleveringen al vergeten, kunnen we niet terugkijken? Ja, nee. Ja, dat heb ik ook niet gehad. Gewoon. 1 aflevering terugkijken. Ja. Dat ze het dan niet wist. Oh ja, nu weet ik het weer. En dan, weet je, en dan de halve uitkijker valt ze weer in slaap. Denk ik, ik was het weer vergeten dat ik... we gaan slapen. Oké, dan weet je, dan ben je weer op die... En ik word dan helemaal gek in mijn hoofd. Ja. Dus ik heb heel vaak ook series gewoon, weet je, al afgekeken. Ja. Want dan... Wat ook kut is trouwens dat je gewoon soms zo'n stiekem moet aftrekken als ze slaapt. Ja, dat heb ik ook. Gewoon, dat je dan gewoon denkt, ik ben wel geel, maar ik heb geen zin om te denken. En dan... Godverdomme. Dat je niet te veel beweegt. Dat, weet je, anders gaat het bed helemaal tekeer. Dat heb ik ook, ja. dan moet je weer... Nee, maar ik ben dan moet je naar die andere kamer. Dat is ook... Je moet ook, wat je ook... Als je een relatie hebt, dat heb ik ook wel gemerkt... Dat je ook je porno
moet je ook echt niet meer kijken, zeg maar. Dat moet je gewoon... Nee, hè? Want dat is lullig anders. Ja, nou ja, dat is, ja nee, niet. Waar zij bij is, moet je geen porno kijken. Nee. Nee, maar gewoon dat in je hoofd, want het is gewoon niet goed, zeg maar. Je moet je helemaal... Nee, nee, je moet helemaal clean zijn dan. Detoxen, zeg maar. Ja. Dus dat nou, dan krijg je ook van, over je dat geil. En dan eigenlijk, je mag gewoon geen dingen geil meer vinden, nee. wat je eigenlijk heel lang geil vond, weet je wel. Ja. Van... Oh ja, weet je, dan word je opeens veroordeeld daar. Ja. Weet je, van... Nee, maar het is iets... Oh, kijk, zij willen romantiek. Dat is hun pleasure of zo. Dat, ook, dat werkt dan niet. En bij mij is het gewoon ranzigheid. Hoe ranziger, hoe beter, zeg maar. Ja, en het is niks persoonlijks. Nee, heeft niks met het persoonlijks te maken, maar dat is wel hele romantiek. Maar gewoon laat me gewoon dit kijken. Mooie geit, alleen weet je, en ik wil gewoon, ja, maar je hebt wel wijven die, maar dat is ook niet goed hoor, die zijn zo ranzig. Ja, wel. Ja, maar dat is ook, dat is ook niet goed. Kijk, maar dat is dus, kijk, ik had net over dat iemand kanker zegt, dat vind ik grappig. Maar ook, ja, seksueel moet het gewoon klikken, dat je gewoon eigenlijk... dat iemand jouw geiligheid snapt. Dat je gewoon op datzelfde level zit. Ja. Waar, weet je, en dan heb ik het niet, want heel vaak zeggen mensen, seks is belangrijk. Ik wil elke dag leuken. Nee, dat is het niet. Het gaat niet om frequentie. Nee. Maar dat je dezelfde mindset hebt, weet je. Maar dat is heel moeilijk te vinden. Ja, ja, dat is heel moeilijk. Ik ben een... Kom je vaak toch uit bij een man. Ja, dat is wel zo. Dat is wel zo. Ja, nee, maar dat is dus zo in... Dat je zo dat je een drank aan het doen bent en aan de bar zit er een gast en zo. Ja, dat vind ik geil. Dat vind ik eigenlijk ook allemaal geil. Ja, dat is echt... Zullen we neuken dan? Zullen we neuken? Kunnen we het proberen. Het is een soort schutters, of nee nou? De schutters. Ja, een sluipschutter. Ja, sluipschutters. Ja, maar dat is ook wel zo. Ik denk dat ook... Dat het dan. Maar ja, ik denk dat je de juiste klik vindt. Je moet ervoor openstaan. Al die clichés. Open deuren. Is gewoon wat het ook is. Maar het begint met samenwonen. Ja, het is altijd wel heel spannend. Ik heb ook gedaan. En of het nou goed is en leuk. Het is meer leuk voor je vriendin. En weet je. Ja. Maar het is toch zo. Kijk, als je het aan mij legt. Ik ben nu gelukkiger dan ooit, zeg maar. Ja. Ja, nee, dat heb ik ook. Ik vind het echt prima op mezelf. Ja. Echt, ja. Ja, dus dat, mooi. Dat is een mooi eind. Mooi eind, toch? Ja. Ja, we waren eigenlijk bang dat het natuurlijk in mineur ging eindigen door de krokodil. Maar nee, we zijn er weer. Dus nou, mensen, Jordi, sluit je lekker aan volgende keer als je tijd hebt. En Danielle, je blijft gewoon ook altijd welkom. En Ginger ook. En wie dan ook. We zijn ook op zoek naar verhalen. Weet je, ik had het al in het ding gezet in de story. Ben je loodgieter? Ben je ramenwasser? Heb je geile verhalen? Roep het gewoon. En dan kom in mijn DM. En dan mag je je verhaal vertellen. Want het is gewoon grappig. Toch? Top, ja. Geweldig. Als iemand iets te vertellen hebt, is altijd goed. Mooie verhalen. Ja. Ja, dus mensen, tot de volgende keer. Volgende keer, hoi. Hoi.